Deze coronacrisis heeft ons op vele manieren ingehaald. En aanvankelijk was er natuurlijk vooral aandacht voor crisismaatregelen. Maar ondertussen zijn we enkele weken verder. Zijn we eigenlijk bijna anderhalve maand verder. En is er ook tijd om na te denken, tijd voor reflectie. Hoe gaan we om met onze palliatieve zorg in coronatijden? Wat ervaren we? Wat zijn de bijkomende moeilijkheden die we zien en hoe gaan we daarmee om? We presenteren u vandaag een videoopleiding. En we hebben daarbinnen twee dingen proberen te doen. Stem geven aan de zorgverleners op het terrein. En u zal er verschillende zien passeren. Mensen die in een ziekenhuis werken, palliatieve zorgwerkers die in de thuiszorg werken, in het woonzorgcentrum enzovoort. En tegelijk ook enkele palliatieve experten of experten buiten het palliatieve werkveld laten reflecteren over wat is nu kwaliteitsvolle palliatieve zorg in tijden van corona? Wat is rouw? Wat is verlies? En wat doet dat op dit ogenblik met families, met naasten die dat in bijzondere omstandigheden moeten ervaren? Reet van Dijk. Ik ben palliatief verpleegkundige in de Noorderkempen, in het netwerk van CODA, thuiszorg, zoals dat door de mensen wordt genoemd, maar officieel heet dat netwerk voor palliatieve zorg van de Noorderkempen. We zijn met een team van 7 verpleegkundigen. Ik ben er 1 van. En wij ondersteunen de mensen tussen Antwerpen en de Nederlandse grens eigenlijk. Dus een deel is nog stedelijk en een deel is platteland, wat een heel fijne werkomgeving is, vind ik. Sinds enkele weken hebben wij natuurlijk, zoals alle Belgen en een deel van de wereld, te maken met corona en met COVID-19. En dat beïnvloedt ons werk enorm. In het begin was er een beetje paniek, hè, zo van oei, hoe gaan we dat aanpakken? Daar is dan redelijk snel, eens dat we maatregelen hadden, waar rust in gekomen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat wij die bewaren naar de mensen toe. Dus dat we wel waakzaam zijn, maar geen paniek verkopen. Dat is een deel van onze opdracht, denk ik, ook bij de mensen thuis. Maar er zijn heel veel dingen veranderd. Hè. Dus wij kunnen bijvoorbeeld op ons bureau niet meer met z'n allen aanwezig zijn. Dus wij zijn met 7 verpleegkundigen, een psycholoog en een coördinator. Dat kan niet, omdat de plek te klein is. Dus qua afstand lukt dat niet. En moeten wij nu vaak vergaderen via Zoom, via Teams, via andere mogelijke kanalen die niet altijd optimaal werken, wat dat maakt dat het overleg en de teamvergaderingen soms heel stroef en moeizaam verlopen en ook heel vermoeiend zijn. Dat is voor mensen die thuis zitten toch een heel ander gegeven. Wij werken ook voor een deel van thuis uit. En dus dat is ook niet zo evident, want je ziet je collega's minder en je moet meer telefonisch en via die andere kanalen overleggen. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook te maken met beschermingsmateriaal. Aanvankelijk hadden wij ook niet veel materiaal in schorten, dat hebben wij gewoonlijk niet, omdat wij ook niet zo dicht bij de mensen komen. Dus nu hebben we een aantal schorten voor COVID-positieve patiënten. We hebben een aantal mondmaskers, we hebben ook per persoon 1 eendenbekmasker en handschoenen. Nu, we proberen daar ook zuinig mee te zijn, dus dat geeft ook een beetje stress van hè, in hoeverre moeten we ons beschermen en in hoeverre mogen we ook niet te veel het materiaal gebruiken dat misschien in de toekomst nog veel meer nodig gaat zijn en waar we geen overvloed van hebben. Dus dat blijft altijd een beetje zoeken en afstemmen met de thuisverpleegkundige van wie doet de zorg dicht bij de patiënt. En wat doen wij zelf dan op afstand? Zoals gesprekken kunnen wij wel op afstand doen. Maar ik merk in een thuissituatie dat dat toch niet altijd
Ja, soms is het echt letterlijk rond de tafel dansen, hè? Want dan komt iemand van het gezin toch wat dichterbij en dan denk ik, oei, ze komen wat dichtbij, ik heb geen masker op. En dan ontstaan er soms wel hilarische toestanden. Dus in een thuissituatie is dat altijd een beetje zoeken en creatief zijn. Gisteren heb ik een situatie begeleid van een vrouw die op de wachtlijst stond voor een palliatieve eenheid en in het geval van nood zelfs nog naar het ziekenhuis wou gaan. Voor het laatste stuk, omdat zij logeert bij familie waar dat kleine kindjes rondlopen. En dat wou ze echt niet daar overlijden. Want zij ligt daar in het stapelbed van een zoontje van 4 jaar. Nu, die is plots heel slecht geworden. Ik heb gebeld, overlegd met de spoedarts, met de oncoloog in een ziekenhuis. Gevraagd van wat kunnen we uit een brand slepen qua bezoekregeling. Die zeggen, houd ze hier buiten, want hier in het ziekenhuis is COVID. Hier in het ziekenhuis mag ik geen bezoek toelaten, hoogstens 1 uurtje per dag. Dus die familie zag dat ook niet zitten. En die artsen zeggen zelf van laat mensen thuis sterven. Maar ja, thuis kom je dan echt in heel moeilijke situaties terecht. Bij haar was dat ook, ze lag totaal oncomfortabel in een kinderbed eigenlijk. Tegen de muur, dus we hebben daar echt al onze creativiteit en samenwerking moeten inzetten om dat toch op een zo sereen en menselijk mogelijke manier te laten verlopen. Wat ik zelf heel erg vind en wat ik ontzettend mis, is het niet mogen aanraken van de mensen en het afstand moeten bewaren. Dat is in de palliatieve zorg en sowieso voor mij als persoon iets heel belangrijks in mijn contact met mensen. Zeker bij emotionele gesprekken of gesprekken rond levenseinde of hoe zie je dat verder en de beleving van hun ziekte. En dat je niet een keer je hand op een schouder kunt leggen of op hun arm of zelfs een hand mocht geven als je op huisbezoek binnengaat of buitengaat. Ja, dat zit soms in hele kleine gebaren, maar dat is iets, dat merk ik waar ik zelf heel veel last van heb. Bij moeilijke dingen en waardoor dat ook, als je soms een emotioneel gesprek hebt gehad en je kunt iemand aanraken, kun je even met een zucht verder of zo, ik weet het niet. Maar nu blijft dat precies zo meer hangen, omdat je niet op dat fysiek niveau kan communiceren. En ik denk dat fysieke communicatie voor ons een stuk van onze taal is die wij gebruiken in de palliatieve zorg. Dus dat is heel, heel lastig voor mij, voor mijn collega's, voor iedereen. Maar er zijn ook echt wel positieve dingen aan heel deze crisis. Ik merk, en dat hoor ik ook bij de mensen thuis, dat die zelf zeggen van het is ook een geluk bij een ongeluk dat die coronacrisis er is, hè, die COVID-ziekte die rondgaat, omdat we nu verplicht thuis moeten blijven en dus eigenlijk meer tijd hebben om bij ons familielid te zijn dat ziek is. Hè? Om daar meer zorg voor te kunnen opnemen. Om daar gewoon aanwezig te zijn en samen toch nog stilletjes in een tuin te gaan genieten terwijl ze anders misschien, hè, via hun werk andere oplossingen hadden moeten verzinnen. En een andere zaak die mij enorm opvalt en die ook wel echt deugd doet, is dat alle zorgverleners heel goed samenwerken en dat die allemaal begeesterd zijn, toch iedereen in de thuiszorg en in de hospicen en in de ziekenhuizen, om samen te overleggen en samen te zoeken naar de beste manier om een moeilijke situatie aan te pakken. Ik bel met oncologen, ik bel met spoedartsen, dat zijn dingen die wij normaal gezien niet doen. En nu is iedereen aanspreekbaar en iedereen is bereid om mee te zoeken naar toch een goede manier om mensen op een waardige manier te kunnen laten sterven. En dat vind ik ook gewoon iets positiefs. En ik hoop dat dat blijft. Dat er minder barrières zijn en dat we vlotter met elkaar gaan kunnen communiceren over situaties die schrijnend zijn en die gemeenschappelijke aandacht vragen. Mijn naam is Yvonne Denier. Ik ben een filosoof en een ethicus. Ik ben verbonden aan Zorg naar de Curo, aan de koepelorganisatie voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische voorzieningen in Vlaanderen. Waar dat ik mee insta voor de ethische thema's in de zorg. En ik ben ook verbonden aan KU Leuven, aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, waar dat ik ethiek van de gezondheidszorg doseer. Het is in die hoedanigheid als filosoof en als ethicus dat ik met jullie wil stilstaan bij een aantal
vragen, ervaringen, vertellingen, anekdotes die op ons afkomen wanneer het gaat over het thema afscheid nemen, rouw, verlies, loslaten in tijden van corona. Het is nu zondagochtend, 3 mei 2020 en we zitten ietske rond de 7 weken in de lockdown. Wat we zien in onze nabije omgeving, in het land, in het continent, ja, zelfs wereldwijd, is er een soort van fundamenteel menselijke aardbeving aan de gang. Dat is niet alleen zorgorganisatorisch. Hè. Hoe krijgen we dit zorgmatig, organisatorisch, allemaal in orde aangepakt? Ook beleidsmatig, rond allerlei maatregelen die sinds de lockdown en nu de beweging naar en gaandeweg een exit toe, allemaal op ons afkomen. Zaken die we met elkaar moeten afspreken in onze samenleving. Het zijn dat soort zaken die op ons afkomen, maar meer nog en fundamenteeler nog, zien we ook op fundamenteel menselijk vlak een soort van, ja, bijna sociale, relationele, psychologische, emotionele mallenmolen, een wirwar. We worden eigenlijk als mens helemaal ondersteboven geschud op dat vlak. We moeten letterlijk afstand nemen van elkaar. En dat is... Ja, dat heeft tot gevolg dat we de dingen die we normaal gewoon zijn om te doen, hè, bij elkaar op bezoek gaan, een tas koffie drinken, een feest vieren, een communiefeest, een paasfeest, een lentefeest, elkaar vastpakken, een knuffel geven, een zoen of een hand, dat zijn dingen die nu niet mogelijk zijn. En dat is in ons reguliere leven eigenlijk al heel erg moeilijk en heel erg lastig, maar het wordt nog veel moeilijker wanneer dat je in die context te maken krijgt of te maken noodgedwongen om moet gaan met afscheid nemen van iemand, rouwverwerking, verliesverwerking, dat doorleven, dat ervaren in deze coronatijden. Dus wat dat betreft, iets wat al sowieso heel erg moeilijk is, komt nu nog meer onder druk te staan. Wat ik met jullie wil doen is door een aantal filosofisch-ethische vragen daaromtrent daarbij stilstaan. Speciaal ook voor de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen in dit webinar, waarbij dat we op verschillende manieren naar dat thema gaan kijken. Nu, filosofisch gezien is het zo dat de dood eigenlijk een heel interessant onderwerp is. Een interessant onderwerp in die zin dat het langs de ene zijde misschien wel de grootste zekerheid is en de grootste dimensie van gelijkheid tussen mensen die we kennen. Dus de grootste zekerheid in ons leven in die zin dat we weten dat we allemaal op een gegeven moment dood zullen gaan. Het is ook de grootste gelijkheid in het menselijk bestaan omdat dat zich voltrekt los van rang of stand. Dus dat is enerzijds iets wat dat vaststaat binnen. Maar anderzijds weten we niet het moment wanneer dat zich dat zal voltrekken of hoe dat we zullen komen te overlijden. Of althans niet in het dagelijkse leven. In ons reguliere bestaan zijn we daar doorgaans niet echt veel mee bezig. Maar wanneer het leven zijnde nadert, gelijk bijvoorbeeld in een palliatieve situaties, dan verandert dat. We krijgen min of meer zicht op wanneer dat zich de dood zal gaan voltrekken. Dat gaat dan over een kwestie van beperkte tijd, enkele weken tot dagen tot uren. We weten ook min of meer hoe dat zich dat voltrekt. In die zin dat we weten aan welke ziekte of aandoening, aan welke letsels. We weten ook min of meer waar dat zich dat zal voltrekken. Is dat thuis? Is dat in het ziekenhuis? Is dat in een andere voorziening? Is dat in een woonzorgcentrum? Dus wanneer dat we in een situatie van palliatieve zorg zitten, dan proberen we daar doorgaans ook zo goed mogelijk mee om te gaan. We proberen dat te doen en dan als ethicus kijken, dan wat betekent dat dan, zo goed mogelijk daarmee omgaan? Dat betekent dan eigenlijk zo menswaardig mogelijk daarmee omgaan. Maar natuurlijk, die vraag keer terug. En dan zou u kunnen zeggen, ja, maar Yvonne, wat is dat dan, zo menswaardig mogelijk daarmee omgaan? Dan denk ik dat daarin, in de praktijk die we ervaren, dat daar twee dimensies aan zijn. De eerste is dat we
Een menswaardig omgaan met een afscheidssituatie in een palliatieve context betekent, dat heeft een soort van biomedische kant. Hè. Enerzijds een biomedische kant, een zorgkant. Hè. We zorgen ervoor dat het lijden van de persoon in kwestie in fysieke zin zo goed mogelijk wordt verzacht. In fysieke zin, in psychologische zin, in comfortzin. Hè. Dus door bijvoorbeeld pijn- en comfortzorg. Hè. Soms zelfs door sedatie, wanneer het niet anders kan, om de symptomen te verzachten. Dus minimaal is een menswaardige omgang met afscheid van, of het overlijden van het proces van een persoon, is dat men zegt, we laten deze persoon niet onnodig pijn lijden. Een mens moet niet afzien. We kunnen daar niet aan doen. Dat is die biomedische zorgkant. Maar anderzijds is het zo dat als je nadenkt over comfortzorg, dat hulpverleners in de palliatieve zorg ook zullen zeggen, het is meer dan alleen dat. Hè. Het heeft ook te maken, het is meer dan alleen dat biomedische, dat zorgachtige. Hè. Dus het heeft ook te maken met het totaalplaatje, het holistische plaatje, het zorgplaatje voor deze persoon en voor zijn naaste. Dus wanneer het levenseinde nadert, en dat zullen veel mensen inderdaad ook meegemaakt hebben en ook ervaren hebben, dan duiken er altijd ja, ook wel een aantal bekommernissen op. Zaken die mensen graag nog in orde zouden krijgen of nog gezegd zouden willen hebben. Angsten of bezorgdheden. Hè. Zaken of kwesties of vragen waar dat mensen ten diepste mee bezig zijn. En in een palliatieve context zal men zich dan afvragen van ja, hoe gaat het bijvoorbeeld gaan verlopen met mijn kinderen wanneer dat ik er niet meer ben? Of met mijn man of met mijn vrouw? Mijn moeder die nog leeft, hoe gaat het daarmee zijn? Hè? Of ik zou zo graag bijvoorbeeld mijn broer nog eens spreken. Ook al hebben we elkaar 10 jaar niet gesproken omdat we met elkaar in onmin waren. Toch wil ik hem nog even zien. Dat zijn zaken waar dat mensen mee bezig zijn. Dus dat, in de volksmond wordt dat ook wel eens de muizenissen genoemd. Hè? De muizenissen, de dingen waar we fundamenteel mee bezig zijn wanneer dat het levenseinde nadert. Dus wat is een menswaardige omgang met een afscheid, met een rouwverwerking, met een nakend einde van het leven? Dus enerzijds eigenlijk die biomedische kant, die zorgkant, die, dus dat we kunnen zeggen van het lijden moeten we zoveel mogelijk verzachten door deskundige hulpverlening. En anderzijds die menselijke kant, die sociale kant, die kant van de muizenissen, de zaken waar de mensen mee bezig zijn. Nu, van belang is, wanneer dat we daar dieper over nadenken, ik had al gezegd, ik ben een filosoof, dus ik denk graag nog eens dieper na over de zaken, de vragen nog eens terug op tafel laten komen. Wanneer het gaat over die zogenaamde muizenissen, de bekommernissen, de dingen waar dat mensen mee bezig willen zijn op het einde, dat de zaken waar die echt van belang zijn, die hebben voor een stukje te maken met wie dat wij zelf zijn. Als persoon, wat dat we in ons leven hebben gedaan, in relatie ook tot onszelf. Hè. Wie ben ik? Wat heb ik in mijn leven belangrijk gevonden? En dat ook in relatie tot de anderen. En in dit opzicht is het interessant om eventjes een zijsprongetje te maken, want het is nog maar een paar dagen geleden dat er een heel mooi interview over levenseinde zorg verschenen is in Zorgwijzer door dokter Jan de Lepelaere. Professor huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven en ook CRA. En iemand die eigenlijk heel zijn loopbaan ongelooflijk veel ervaring heeft opgebouwd ook met levenseinde situaties. En in dit interview staat hij stil bij dat soort zaken van waar zijn mensen mee bezig wanneer dat het levenseinde nadert. Bijzonder boeiend om eventjes naartoe te gaan. Dit eventjes als zijsprongetje, maar ik wil daarmee illustreren dat wanneer dat we in die situatie zitten, dan komen mensen heel vaak tot de kern van hun bestaan. Dus dat datgene wat dat voor hen betekenisvol is. Hè. En hoe kunnen we de tijd die ons nu nog rest zo goed mogelijk, zo betekenisvol mogelijk vormgeven. Heel belangrijk lijkt het mij ook om aandacht te hebben voor het feit dat wanneer dat we te maken hebben met afscheid nemen, met rouwverwerking, met verlies, met loslaten, dat dat iets is, dat dat iets is wat we doorleven, doormaken, waar dat we door moeten. En dat is eigenlijk ook in reguliere contexten, dus buiten corona-situaties, maar nu wordt dat nog veel feller duidelijk. Dus ook in reguliere contexten denk ik dat dat een proces is waar dat je eigenlijk geen blauwdruk van hebt, zodat je zou kunnen zeggen dat je daar min of meer helderheid in kunt hebben over hoe dat je daar dan best mee omgaat. Hè? Hoe lang dat gaat duren, hoe intens dat gaat zijn. Dus dat is niet zoiets gelijk, ik
trek het eventjes op flessen, maar ik bedoel te verhelderend. Het is niet zoiets als een recept voor een gerecht, waarbij dat we weten, als je die stappen volgt, dan geraak je er wel. Hè? Dus het kan zijn dat ons dat helpt, maar tegelijkertijd is dat een heel persoonlijk en uniek proces met vallen en opstaan en kruipen en opnieuw vallen, opnieuw struikelen en dan weer voort, tot op het moment dat op een gegeven moment we aanvoelen, het gaat weer een beetje hè, in dat rouwproces, voor nu. Nu gaat het even, maar misschien is het volgende week weer heel lastig. Stap voor stap. En in die zin is een proces van afscheid nemen, van rouwverwerking, van omgaan met verlies van een dierbare, altijd een proces van een beetje worstelen, ploeteren, knoeien, wenen, schreeuwen, daardoor gaan de ene moment intenser dan de andere. Dus de manier waarop dat we daarmee omgaan, tout court, is eigenlijk dat op een bepaalde manier doorleven. En dat is wel een speciale manier van dat te doorleven. Want we weten ook eigenlijk dat het ja, sinds mensenheugenis is dat de dood als het ware iets heel mysterieus is. Hè. Dat zagen we al bij de oervaders, bij wijze van spreken, de grottekeningen. Zelfs al zoveel duizenden jaren geleden ging men op een hele speciale rituele manier om met overlijden, met afscheid. Dus sinds mensenheugenis is de dood iets dat ons niet om het even laat. We gaan daar niet zomaar heel onachtzaam mee om. Het is iets dat ons op een schroomvolle manier achteruit doet wijken, doet stilstaan. En daar op een respectvolle manier, zachte manier, rustige manier proberen om daar tijd en aandacht voor te geven. Dus alle ditjes en datjes van het leven, de bekommernissen die we hebben, de zaken die ons in het dagelijkse bestaan voortjagen, dat zijn dingen die op dat moment er even helemaal niet meer toe doen. Hè? En je ziet dat ook, dat ja, in wanneer dat de dood zich aandoet, valt alles een beetje stil. Wat we dan proberen te doen, is proberen om, een mens is ook een ritueel wezen, hè, om daar op een of andere manier betekenis aan te geven, aan iets dat, we proberen iets te plaatsen dat bijna niet te plaatsen valt. Hè. Zeker niet wanneer het gaat over het overlijden van een zeer dierbare, iemand die heel nauw aan het hart is, maar ook wanneer dat we bijvoorbeeld in onze nabije omgeving een lijden zien van iemand die we graag hebben en die heeft diep verdriet omwille van het verlies van een dierbare. Ook dan blijven we niet onachtzaam en gaan we daar niet onachtzaam aan voorbij. En we proberen in dat worstelen, in dat ploeteren, in dat omgaan daarmee, proberen we daar via allerlei rituelen mee om te gaan. Hè. Dus wat doen we dan hè, in een reguliere context? Ook, we hebben het waken, we hebben muziek, we hebben kaarsjes, we hebben het aanwezig zijn, we hebben het stil nabij zijn wanneer dat er het overlijden zich begint te voltrekken. Ook het begroeten nadien, de afscheidsdienst, dan nog lang daarna. Hè, het wordt een symbolische dag, hè, de sterfdatum van vader of moeder of de geliefde. Hè. Dus men is ook stil aanwezig, men pakt elkaar een beetje vast. Het moeilijke is dat nu in coronatijden dit soort zaken van om te gaan met iets wat heel erg, sowieso al heel erg moeilijk is, dat nu nog moeilijker wordt. Zo niet onmogelijk, hè? Het stil nabij zijn met vele mensen rondom u heen, elkaar vastpakken, een hand vasthouden, dat zijn zaken die nu door de coronamaatregelen niet of bijna niet mogelijk zijn. De vraag is, ja, is er dan niets wat kan? Ik denk dat we toch wel iets kunnen. En een zorgethische manier om daarnaar te kijken zou zijn dat we proberen daarbij stil te staan aan de hand van de vier zorgethische vragen. De vier zorgethische vragen zijn eigenlijk de vragen, de eerste vraag is, wat is er nodig in deze specifieke context? De tweede, hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen? De derde vraag is, hoe kunnen we dat zo deskundig mogelijk doen? En de vierde vraag is, helpt dat wat we doen? Bij die eerste vraag, wat is er nodig in deze context, dan is dat eigenlijk een uitnodiging om heel aandachtig bezig te zijn met heel concreet, wat is er voor deze patiënt, deze bewoner, deze cliënt, voor deze partner, voor deze kinderen, voor deze familie, wat hebben zij nodig?
Niet alleen hen, ook de hulpverleners spelen hier een belangrijke rol. Dus dat is heel belangrijk om daar aandachtig voor te zijn, om te vragen, wat heb jij nodig en wat kunnen we hier aan doen? Hè? Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat aanpakken? Voor wie is dit van belang? In coronatijden is het vaak zo dat wanneer dat er een overlijden zich voltrekt, dat daar niet iedereen aanwezig kan zijn, dat daar een beperking in zit. Dus het is heel erg belangrijk om daar aandachtig en niet te snel overheen te gaan van wie gaat hier dit willen kunnen opnemen. Dat is heel individueel en heel, heel persoonlijk. Maar die aandacht hebben voor dat wat belangrijk is en ook het feit dat dat in een beperkte, een beperkende context gebeurt, is eigenlijk heel erg belangrijk. Niet alleen in de periode van het levenseinde, maar ook daarna. Wat is er nodig in het kunnen omgaan met dit overlijden, met het afscheid, met het verdriet? Dus dat is iets, een heel aandachtige vraag om daarbij stil te staan. Dus dan, we hebben dus de vraag, wat is er nodig? Maar ook de vraag, de tweede vraag is, hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen? Aan dat wat er gezegd wordt van, dit is eigenlijk wat ik nodig heb. En in de coronacontext ga ik dat onmiddellijk verbinden met die derde vraag, namelijk, hoe kunnen we dat zo deskundig mogelijk doen? Want in de coronacontext is het zo dat dat wat we zouden willen, in een reguliere context, in een coronacontext heel erg beperkt wordt. Dus dat wat we allemaal zouden graag willen doen in het kunnen omgaan met dat afscheid en dat wat we nodig hebben, fundamenteel nodig hebben, dat wordt eigenlijk nu in de marge van de veiligheidsmaatregelen beperkt. Dus dat vraagt, de deskundigheid vraagt ons dat we rekening houden met veiligheidsmaatregelen die heel erg lijken in te gaan tegen de warm menselijke nood die mensen nodig hebben. Dus hier zit je eigenlijk met een spanning tussen de veiligheidscontext, veiligheidsvereisten en de warm menselijkheidsnood die we daar hebben. Nu, ik zie daarin toch, en dat is opvallend, een mens is niet alleen een ritueel wezen, maar een mens is ook een heel creatief wezen. Ik zie daar in de praktijk de voorbije weken toch ook al wel heel veel voorbeelden van daar creatief mee om te gaan. Hè, met die vormen van afscheid. Dat daar inderdaad ook tekeningen worden meegegeven voor oma of voor opa. Dat daar inderdaad iets wordt ingesproken, dat er muziekstukken worden gespeeld en beluisterd. Dat men toch probeert op een of andere manier via WhatsApp of via Skype contact te maken. Raamcontact, dat men toch ziet van ja, wie kan er aanwezig zijn, op welke manier en hoe begeleiden we dit allemaal. Dus we proberen daar op een zo creatief mogelijke manier mee om te gaan. En ja, opnieuw, het is niet wat we zouden willen en het is niet wat we nodig hebben, namelijk die enorme nabijheid. Maar we kunnen niet anders. Hierin kan het helpen om in plaats van inderdaad te blijven kijken naar dat wat er niet mogelijk is, want dat is snoeihard, om dan te zien ja, wat er wel nog mogelijk is, ook in deze beperkte context. Hè. Wat kunnen we nu doen om hier zo goed mogelijk toch in die beperkte context er het beste van te maken? En dat niet alleen nu, maar ook later. Dus je ziet daar ook, maar niet alleen tijdens de fase van het overlijden, tijdens de palliatieve fase, dat men probeert dat zo creatief mogelijk te doen, maar ook tijdens het afscheidsmoment, dat nu in beperkte kring is, maar men probeert dan ook wel afscheidsmomenten op een latere fase te doen. Niet alleen als familie, maar vaak ook als organisatie daar waar. Wat ik zie dat bijvoorbeeld heel veel woonzorgcentra nu al bezig zijn met, wij gaan hier absoluut nog veel tijd voor maken. Niet alleen voor de bewoners die overleden zijn en hun naasten en hun familie, maar zeker ook voor de hulpverleners, want die zijn cruciaal van belang, zeker in de context van de ouderenzorg, maar dat hulpverleners soms op een hele korte tijd afscheid hebben moeten nemen van zeer veel bewoners uit hun team. Dat laat sporen na. Dus dat zijn zaken van hoe kunnen we in die beperkte context daar proberen om toch zo goed mogelijk mee om te gaan. En daarin ook bewust kiezen voor die creativiteit daarin. De vierde vraag, dat is een hele belangrijke vraag ook, dat is dat wat wij doen, dus wat hebben we nodig, hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen, hoe kunnen we dat doen op een deskundige en veilige manier en ja, zo creatief mogelijk. Maar dat wat we doen, helpt dat ook. Hè? Dus ook daar denk ik dat dat zeer belangrijk is om daar naar te kijken, zeker ook in coronatijd. Want ik denk dat nu de impact van wat we meemaken wanneer het gaat over afscheid en verlies en afscheid nemen,
zowel in de palliatieve fase als daarna, precies door die coronacontext een zodanige impact heeft. En soms, ik had net het voorbeeld al gegeven van hulpverleners in de ouderenzorg, die en soms gigantische snelheid afscheid moeten nemen van veel bewoners. Hè. Dus die impact daarvan is niet... Ja, je zou kunnen zeggen, de dood is sowieso een steen in het water die valt, die deining heeft. Maar nu kan het een rotsblok zijn die zeer veel deining veroorzaakt. En die deining zal waarschijnlijk nog zeer lang nazinderen. Hè. Dus in die zin is het verdriet wat we nu meemaken, zowel in de palliatieve fase als het doorleven van het afscheid en het afscheid kunnen nemen, ook op langere termijn, dat is anders, zowel individueel als collectief. Dat laat sporen na... Het laat veel deiningen na en zal in sommige gevallen misschien zelfs een traumatische situatie geweest zijn. Dus daar moeten we op, niet alleen nu, maar ook op termijn zeer aandachtig voor zijn. Nu, hoe gaan we dan eigenlijk om met afscheid, rouw en verlies in tijden van corona? Hè? En daarna, dus ik neem de vraag hè, van de federatie eventjes terug opnieuw om... Ik heb als filosoof, als ethicus daarover hè, een beetje verteld, daarover nagedacht. En nu op het einde zou ik graag willen afronden met drie reflectiemomentjes, drie reflectiepuntjes. Het eerste, filosofisch gezien, en ik had dat ook al gezegd, ja, is de dood altijd al een mysterie geweest. Het is op een of andere manier, is het iets, maken mensen een overgang naar een domein waar dat we bij de levenden geen weet van hebben. Het is iets mysterieus en we proberen daar op een of andere manier mee om te gaan. Krijgen we dat in orde, de dood, hè? Onze omgang met de dood als rituele wezens, krijgen we dat in orde in die zin dat we dat kunnen aanpakken en oplossen en wegzetten en... Dat hebben we dan ook weer gedaan, hè, doorgemaakt en doorgeleefd. Ik denk als filosoof en als mens ben ik geneigd om te zeggen nee. De dood van een dierbare, van een geliefde, van iemand heel nabij, dat krijgen we nooit in orde. In die zin dat we kunnen zeggen, dat was er geweest niet. Er zal altijd, en je merkt dat ook wel, wat voor een impact dat heeft op het leven van mensen. Er zal in zulke gevallen altijd een voor en een na zijn. Er zullen ook inderdaad rituele herbelevingen zijn van die overlijdensdatum. Die filosofisch gezien wel misschien gewoon een puur toevallige datum zal zijn. Maar sinds het overlijden wordt dat een zeer beladen situatie. Dus als krijg je dat in orde? Nee, eigenlijk niet. En bewustzijn daarvan is wel van belang. Dus de dood van een dierbare is sowieso een disruptie in ons bestaan. Hoe je dat draait of keert. Maar, dus niet alleen filosofisch gezien dat als een disruptie in ons bestaan. Toch, we krijgen dat dan misschien wel niet in orde. Hè? Dat is mijn stelling. Toch blijven we wel proberen. Hè? Dus het is niet zo... We laten het niet liggen, dus we proberen daar op een of andere manier mee om te gaan. Zowel individueel als collectief. Hè. In zo'n proces van stervensbegeleiding, van het overlijden, van het afscheid nemen, nu en later. Kan je eigenlijk twee dimensies van omgaan daarin onderscheiden. De ene dimensie, dat is hoe dat we daarmee omgaan in de concrete dingen, in het concrete leven. Hè. Dat is, ja, en ik had het al gezegd, dat is inderdaad een beetje, dat is worstelen, dat is prutsen, dat is ploeteren, dat is knoeien. Mensen gaan daar verschillend mee om. Sommige mensen zullen inderdaad een foto en een kaarsje op de schouw zetten. Anderen zullen misschien zeggen, nee, dat wil ik eigenlijk liever niet, want dat confronteert mij veel te veel. Nog anderen zullen heel erg gehecht zijn aan een persoonlijk voorwerp van de overledenen. En anderen zullen dat minder hebben. Sommigen luisteren de lievelingsmuziek, anderen zullen dat minder hebben. Dus in het omgaan van die dingen proberen we dat een beetje, hè. Wat kunnen we dan, wanneer dat we in onze omgeving iemand zien lijden door het overlijden van een dierbare, wat kunnen we dan doen? Ja, we kunnen die niet vastpakken, want dat mag niet. Maar we kunnen wel veel. Hè. En daarin zal ook rouwspecialist Manu Kersen heel veel mooie voorbeelden al van hebben gegeven. Hè. Je kan evengoed schrijfkaartjes, schrijf over wat dat die persoon voor jou betekend heeft. Maak hem of haar aanwezig daardoor, door datgene wat dat je met hem of haar associeert. Neem contact op via FaceTime of Skype. Neem de mensen mee op een coronawandeling. Ook dat is een wandeling, ook dat is aanwezig zijn. En in dit verband moest ik eigenlijk denken aan de
ongelooflijk mooie stukken die de opiniemaker Guillaume van der Stichelen heeft geschreven. Regelmatig heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon. Dat is nu iets meer dan 10 jaar geleden. Maar hij blijft daar hele mooie, heldere en ook heel concrete dingen over schrijven. En Van der Stichelen heeft ooit beschreven van... Ja, toen dat gebeurde, dat overlijden van onze zoon, het was het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. We waren kapot van verdriet. En toen heb ik de waarde van soep ontdekt. Dus mensen waren mee ongelooflijk verdrietig en wisten niet wat ze konden doen om onze verslagenheid, om ons verdriet weg te nemen. En ze konden het niet wegnemen. Maar door het feit dat ze soep kwamen brengen, voelden wij ons niet alleen. Ik weet niet of soep brengen coronaproof is, maar het geeft een illustratie van wat zelfs als je denkt dat je niks kan doen, kan je toch nog iets doen. Dus dat is de metafoor van de soep van Guillaume van der Stichelen. Dat zijn eigenlijk de concrete dingen die we proberen te doen wanneer dat we omgaan met afscheid, niet alleen in ons eigen leven, maar ook wanneer dat we een vriend of een familielid of iemand anders zien lijden en we daar iets voor willen doen. Dus in de concrete dingen. Maar fundamenteler, en dat is als filosoof natuurlijk iets, ik kan het niet laten, hè, is het ook zo dat we een andere dimensie zien. Dat is eigenlijk in we moeten iets loslaten, we moeten iemand loslaten. En we moeten daarmee kunnen omgaan op een manier die we niet volledig in de hand hebben. Hè. Dus we proberen iets aan te pakken wat eigenlijk niet aan te pakken valt. We proberen iets te plaatsen wat eigenlijk niet te plaatsen valt. En wie zijn daar de grootmeesters in om daar vorm aan te geven? Ja, dat zijn de schrijvers, de dichters, de filmmakers, de kunstenaars. Zij hebben een taal om iets te representeren wat we met onze gewone taal niet kunnen. En hier was ik aan het nadenken, in het reflecteren hierover, van hoe kunnen we omgaan met die ongelooflijke moeilijkheid van afscheid en rouwverwerking in verlies. Sowieso to court al, maar nu in corona, waar het nog veel sterker wordt. En dacht ik van, amai, maar dat zijn toch ongelooflijke schrijvers, gelijk AFT van der Heijden, of Peter Verhelst, of Connie Palmen, die heel, heel pakkend die onversneden rouw en dat verdriet hebben kunnen beschrijven, waarbij dat als je dat leest, dat ook helend werkt. Op dezelfde manier heb ik nog nooit een passage van pijn om rouw zo passend weten te beschrijven als een passage die Julie Zee in Corpus Delicti beschrijft. Het is maar 1 bladzijde, maar het vat het helemaal. En op een manier waarvan je zegt, krijg ik het daarmee geplaatst? Nee, maar ik lees hier nu iets wat wel heel herkenbaar is. Op dezelfde manier zijn er kunstenaars, filmmakers, acteurs, gelijk Matthias Schoenaerts, wanneer dat hij in interviews vertelt over loslaten van zijn vader, van zijn moeder, omdat die overleden zijn. Hij beschrijft dat, hij heeft een taal die iets herkenbaar maakt. In stukjes, in brokjes. Zijn we daarmee helemaal in orde? Nee. Op dezelfde manier ben ik altijd ademloos wanneer dat Nick Cave, de muzikant Nick Cave, vertelt over het verlies van hun 15-jarige zoon ten gevolge van een plots ongeval. En hij beschrijft hoe dat deze verschrikkelijke rouw, dat verschrikkelijke rouwverdriet, ook heel veel wat hij noemt collateral beauty heeft teweeggebracht, omdat heel veel mensen met hem en zijn vrouw op een bijzondere manier verbondenheid hebben gezorgd. En dat collateral beauty. Een andere film waar dat ik regelmatig nog wel eens de tijd voor neem, of al eens om de 2 jaar, dat is La Stanza del Figlio, waarin dan Nanni Moretti het verhaal brengt van een gezin en de zoon overlijdt. En het wordt heel mooi weergegeven hoe dat de vader, de moeder en de zus verschrikkelijk worstelen met dat diepe verdriet. Maar het is in die worsteling dat er daar ook iets ontstaat. En last but not least, ja, word ik altijd heel stil wanneer dat ik Frank Boeien hoor, hè, met zeg me dat het niet zo is. Omdat hij ook daar met zijn typische stem een enorme worsteling weergeeft, maar dat ook heel verzachtend kan werken. Dus in die zin zijn het niet alleen, hè, like ik zei, de soepdingen, hè, de dagelijkse dingen, het proberen te wandelen, proberen te stappen, proberen dat vorm te geven, maar vooral ook de kunst, de literatuur, de poëzie, hè. En dat brengt mij tot het derde puntje als afsluiter. Dus ik denk, hè, ik had het al gezegd, de dood is een mysterie. We proberen dat iets te plaatsen wat dat eigenlijk niet te plaatsen valt. We doen dat op verschillende manieren, door concrete dingetjes en door kunst en literatuur, film.
Het bewustzijn dat we bezig zijn met iets dat bijna niet te plaatsen valt, maar ook daarin, in dat besef blijven, dat we ook daarin kunnen blijven zoeken naar manieren waarop dat we creatief zijn, waarin dat we toch proberen. Hè? Hoe raar dat het ook kan lijken. Dus blijven luisteren, blijven kijken, zien wat is er hier nodig, wat kan ik hier doen, wat kan ik niet doen, lukt het? Niet alleen nu, maar ook morgen of volgend jaar. Hè? Daarover nadenken. En dan eigenlijk toch proberen iets te pakken of iets te plaatsen waarvan dat we weten dat het niet te plaatsen valt, maar we proberen het wel in stukjes en in brokjes. En op die manier geraken we stapsgewijs voort, wetende, denk ik, en dat is waarschijnlijk een meer dan realistische veronderstelling, dat deze vorm van afscheid, rouw en verlies in coronaperiode nu, dat zal nog een lange nadeining hebben. Ik wil graag afsluiten met een kleine anekdote, maar wel een heel belangrijke anekdote van een jonge intensivist die vertelde, hè, als ambitieuze arts intensieve geneeskunde, ik was altijd bezig met, ja, we moeten toch zorgen dat we de mensen toch kunnen genezen, kunnen redden. En. Dus de eerste keer dat ik echt geconfronteerd werd met een hopeloze situatie, namelijk ik kon deze man niet redden, en ik moest inderdaad met hem en zijn familie door een heel snel proces van overlijden, want het was een infectie die niet te controleren viel, dus dat ging echt over een paar uurtjes maar. En hij zei, ik voelde mij vreselijk machteloos. Ik kon als arts niks meer doen. En tegelijkertijd, doordat ik daarin in die verslagenheid mee stond te staan bij die familie, hebben wij nog gesprekken gehad. Over het leven, over de dingen, over de toekomst die er niet meer ging zijn met de vader, maar ik was daar wel aanwezig. Dus ik voelde toen als arts, als hulpverlener, ook wanneer dat je eigenlijk niks meer kan doen, kan je toch nog iets doen. En het is dat zoeken naar wat kunnen we eigenlijk doen wanneer dat we het gevoel hebben dat we niks meer kunnen doen. En daarin proberen in kleine stukjes, in kleine stapjes toch beweging te maken naar die ander toe. Ik denk dat dat een hele fundamentele manier is die ons nu wel doorheen dat proces van afscheid, rouw en verlies in tijden van corona, niet alleen nu, maar ook volgende maand, ook later, over een half jaar, volgend jaar, doorheen zou kunnen dragen. Dus dit waren een beetje mijn reflecties, hè, van hoe kunnen we op een zorgethische, zorgzame manier omgaan met dit fenomeen in tijden van corona. En ik hoop dat het een beetje boeiend was om te beluisteren, dat er wat ideeën meegekomen zijn. En ik wens iedereen het beste. Tot ziens. Mijn naam is Nele van Dommelen. Ik ben werkzaam als referente palliatieve en pastorale zorg in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Avelgem. In ons huis wonen 108 bewoners. Binnen ons woonzorgcentrum hebben wij ook ons unieke project in de palliatieve zorg Hospice Ouligem. In ons hospice bieden we aan ouderen met een terminale ziekte en een volledig palliatief statuut, voor wie thuiszorg niet langer meer haalbaar is en waarbij een ziekenhuisopname geen noodzaak meer is, een warme, kwaliteitsvolle opvang in de laatste levensdagen in hun eigen streek. Sinds de lockdown, die startte half maart, zijn wij tot nog toe echt gespaard gebleven van COVID-19 besmettingen. Tot op heden hadden wij één besmette bewoner die nu herstellende is. Er zijn reeds een aantal andere bewoners getest die lichte symptomen vertoonden, maar zij zijn, godzijdank, allemaal negatief. Bij de start van de lockdown hadden we twee bewoners in ons hospice die ons kort daarna zijn ontvallen. In ons woonzorgcentrum hebben wij ook intussen afscheid genomen van twee bewoners. Eén bewoner overleed in het woonzorgcentrum, één bewoner in het ziekenhuis. Ik wil wel uitdrukkelijk vermelden dat bij deze bewoners geen besmetting werd vastgesteld. De bewoner die in het woonzorgcentrum overleed, zou eind april 95 jaar zijn geworden. Hij was reeds palliatief en had een heel ongunstige prognose. Afgelopen weken ging het heel snel achteruit met hem. Door de coronamaatregelen was er sinds 12 maart geen bezoek meer toegelaten in het woonzorgcentrum, wat het voor de bewoner zelf,
maar ook voor de echtgenote die hier ook bij ons verblijft en met wie meneer 69 jaar gehuwd was en de familie bijzonder zwaar maakte. Ook voor de medewerkers werd het emotioneel toch een beproeving. We moesten onze bewoner beetje bij beetje loslaten en dan nog op zoveel mogelijk afstand. Hoe kan je echt nabij zijn op afstand? Echt niet eenvoudig, zo onrealistisch. Ook naar de echtgenote van meneer was het niet gemakkelijk om alle maatregelen in acht te nemen. We mogen haar niet eens goed vastpakken, niet eens knuffelen. Het lijkt zo mensonwaardig, allemaal zo onnatuurlijk. We probeerden ook om zoveel als mogelijk met de familie contact te houden via tablet en FaceTime, zodat ze toch een beetje bij hun ouders aanwezig konden zijn. Toen de bewoner in zijn laatste dagen kwam, werd in overleg met de directie, de CRA en de eigen huisarts enkele afspraken gemaakt naar de familie toe. Gezien de bewoner ook niet besmet was, kon de familie toch heel beperkt op bezoek komen om nabij te zijn. Er werd afgesproken dat zij maximaal met twee personen tegelijk aanwezig konden zijn en ook enkel en alleen in de kamer van hun ouders mochten komen. De familie moest zich dan ook telkens laten registreren bij het binnenkomen van ons huis, ook hun lichaamstemperatuur laten meten, handen ontsmetten en een mondmasker dragen. Op deze manier is de familie toch nog een tweetal dagen bij hun vader aanwezig geweest. Er werd ook afgesproken dat bij het overlijden geen extra familie hier op bezoek kon komen in het woonzorgcentrum. De familie moest hun vader gaan groeten in het funerarium. Na het overlijden hebben we, mits dezelfde maatregelen van verplichte registratie, temperatuurcontrole, handen ontsmetten, mondmaskers dragen en social distancing, de familie nog tot en met de dag van de uitvaart beperkt toegelaten bij hun moeder. Dit enkel tussen 2:30 en 4:30. Sindsdien verloopt alle contact nu terug via FaceTime en Skype. Bezoek is nu niet meer toegelaten. Als medewerker vraagt het mentaal toch heel veel veerkracht om op deze manier met afscheid nemen en rouwen om te gaan. Het is zo anders, zo abnormaal allemaal, zo onwezenlijk. En toch moeten we ons aan de vooropgestelde maatregelen houden, echt afstand nemen om straks weer dichterbij te mogen komen. Maar ondanks alles dat het voor ons als heel mensonwaardig leek, kregen we heel veel dankbaarheid en steun van de familie. Ze zijn zo dankbaar dat ze op een zo waardevol mogelijke manier toch nog afscheid konden nemen van hun vader en dat ze even de kans kregen om hun moeder nabij te zijn. De bewoner die in het ziekenhuis overleed, was ook een niet besmette bewoner. Hij werd in overleg met de familie en de huisarts toch nog naar het ziekenhuis overgebracht in functie van zijn comfort. Jammer genoeg is hij de daaropvolgende nacht overleden ten gevolge van acuut hartfalen. Ook hier weegt het toch wel door dat de familie, die bijna dagelijks op bezoek kwam, dit de laatste levensweken niet meer kon doen, omdat er geen bezoek meer werd toegelaten. Het blijft ook wel nazinderen dat meneer nu wellicht ook alleen is moeten sterven in het ziekenhuis. Anderen nabij zijn, in tijden van afstand nemen, is heel erg onnatuurlijk. Maar we kunnen niet anders. We moeten de hoop bewaren en ook deze hoop blijven uitdragen naar onze bewoners, onze families, onze medewerkers. Ik ben ontzettend dankbaar voor de blijvende steun en bemoediging die we van onze directie krijgen, elke dag opnieuw. En ook van de families en de bewoners zelf, die heel veel begrip tonen voor deze uitzonderlijke situatie. We houden moed en we blijven hoopvol, hoe lastig ook. We dragen verder goede zorg voor onze bewoners en voor elkaar. En daar wil ik graag nu eventjes met jullie naar gaan kijken. Naar de impact van deze maatregelen, van fysiek afstand houden en van beperking in waar dat we naartoe mogen en wat dat we mogen doen. Van die maatregelen, de impact daarvan op
een rauw proces. En ook al eventjes zoeken naar wat we daarmee zouden kunnen doen. En ik ga dat doen, ik ga dat met jullie bekijken aan de hand van een rouwmodel. Naar mijn mening of in mijn ervaring overstijgt rouw ieder rouwmodel of iedere theorie, maar het is wel helpend om aan de hand van een model het te hebben over rouw soms. Het model waar dat ik op ga ingaan op dit moment is het duale procesmodel van rouw, waarbij dat rouw bestaat uit twee processen, dus niet één proces, maar twee processen die elkaar afwisselen, die beide belangrijk zijn in een rouwproces. Waarbij langs de ene kant het proces is van omgaan met de realiteit dat iemand er niet meer is. De realiteit dat iemand er niet meer is, nu, niet morgen, niet volgende week en nooit meer. Daar een weg in zoeken met hoe daarmee om te gaan. Dat is één proces. En het andere proces is zoeken naar een manier om te gaan met de realiteit dat het leven wel verder gaat. En dat we voelen dat we op een bepaalde manier daar onze weg ook in moeten zoeken. En je zou het kunnen vergelijken met de twee processen als twee roeispanen van een roeibootje. Een roeibootje waarbij dat je twee roeispanen hebt die je allebei nodig hebt, allebei gebruikt om in beweging te blijven. En zo is dat in een rouwproces ook. En ik ga die nu allebei eventjes samen met jullie bekijken en kijken hoe dat dan in deze context is. Als we eerst gaan kijken naar het proces op de roeispaan van een manier zoeken om hoe om te gaan met de realiteit van het verlies. De realiteit dat iemand er niet meer is. Dat begint al bij het beseffen en het voelen dat iemand er niet meer is. Het laten doordringen. Soms is het zo dat we weten dat iemand er niet meer is, maar dat we het ook niet helemaal voelen. Dat gaat meestal niet in één keer. Daar hebben we tijd voor nodig. Dat is een heel proces. Wat al begint bij het, voordat iemand gestorven is, het afscheid nemen en daar naartoe werken. Wat ook gaat rond wanneer iemand gestorven is, erbij zijn, die persoon aanraken, die persoon nog kunnen zien, er misschien nog iets tegen kunnen zeggen, het groeten samen met de mensen rondom. Het groeten, mensen komen groeten, we zien mensen die onze geliefden komen begroeten, we krijgen troost, we krijgen knuffels. De afscheidsdienst, dat zijn allemaal belangrijke zaken in dit proces van voelen van oké, die persoon is er niet meer. Dat zijn al de eerste stapjes. Dat is in deze periode moeilijker. Dat is moeilijker omdat we er mogelijk niet bij mogen zijn of beperkt mogen bij zijn bij de persoon die gaat sterven. Of misschien ook niet wanneer dat die persoon gestorven is. In ieder geval is het goed met een minder aantal mensen en met afstand. En de begrafenis ook. Dus dat is anders nu. Dat proces loopt anders. Bij dit proces hoort ook het omgaan met het gemis van die persoon, het gemis, het verdriet dat daarbij komt kijken, soms ook de boosheid of de angst, de waarom vragen, alles wat daarbij komt kijken van goh, die persoon is er niet meer. Daar hebben we ook mee om te gaan als rouwende, een weg in te zoeken zouden we kunnen zeggen van hoe gaat je daar mee om? En op sommige momenten is dat eventjes volhouden en overleven, op sommige momenten.
En op andere momenten kunnen we er soms ook iets mee doen. Bijvoorbeeld, sommige dingen kan ik alleen doen, bijvoorbeeld naar muziek luisteren of brieven schrijven of naar foto's kijken of iets met kaarsen doen of naar het kerkhof gaan. Dat zijn dingen die ik kan doen hierin. Alleen, maar er zijn ook zaken daar waar we toch ook graag mensen rondom ons bij betrekken of voor nodig hebben. Zoals soms gewoon de knuffels krijgen. Of iemand naast ons hebben zitten die luistert. Of iemand die ons verhalen vertelt over die persoon. Dat zijn dingen die we ook nodig hebben hierin. Die nabijheid, een rouw is nabijheid soms heel erg belangrijk. En daar voelen we natuurlijk ook de beperkingen in op dit moment. Dan missen we soms die nabijheid en die vanzelfsprekendheid dat we bij elkaar kunnen binnenvallen wanneer dat we voelen dat we het nodig hebben. Of wanneer we zien dat de ander het nodig heeft. Want dat is ook moeilijk. Weten dat bijvoorbeeld een ouder thuis alleen zit en je daar nu niet gewoon bij mocht zijn. Dit is een proces waar rouwenden voor staan, een erg individueel proces in de zin dat voor iedereen anders er kan uitzien naar wat dat iemand nodig heeft hierin. En dat is dan sowieso voor rouwenden heel zoekende naar wat heb ik nodig. En op dit moment zijn we dan nog beperkt in de mogelijkheden, dus is het nog extra zoeken. En gelukkig komen er wel heel mooie manieren naar voren nu, waarop we toch dit ook soms een beetje samen kunnen doen. Bijvoorbeeld hoe dat ze nu soms ook families afscheid laten nemen via videocall. Of soms toch al met erbij te mogen zijn, hè, maar dan op een andere manier. Of waarbij dat begrafenissen soms nu voorbereid worden via bijvoorbeeld Zoom, hè, via videocall, samen allemaal toch nadenken. Hè, want een begrafenis voorbereiden, dat is iets wat we normaal vaak doen, allemaal samen rond de tafel of in de living en nog dingen vertellen tegen elkaar, zoeken van hoe willen we de dienst vormgeven, wat wilt jij zeggen, wat wilt jij zeggen, welke muziek kiezen we. Dan worden er nog eens verhalen naar boven gehaald en dan wordt tussendoor geweend ook daarbij. En dat is iets wat we wat we doen bij de voorbereiding van een begrafenis. Dat gaat nu nog niet op die manier, maar soms zijn mensen nu aan het kijken van oké, hoe kunnen we het toch doen dat we die aspecten er toch bij kunnen hebben voor onszelf. En dat is dan nu onder andere via familieconferenties zouden we kunnen zeggen. Dat mensen het op die manier proberen te doen, soms ook met begeleiding daarbij. Digitale diensten worden soms ook toegepast. En soms wordt de dienst gefilmd en live uitgezonden ergens anders. Of het wordt opgenomen. Ik heb ook al gehoord van mensen die een dienst helemaal digitaal gedaan hebben in een videospel, in een game, die daar iets hebben georganiseerd waar heel veel mensen op aanwezig waren en blijkbaar ook heel erg emotioneel en waardevol was voor hun. Dus gelukkig zien we die zaken ook gebeuren. En wordt er heel erg gezocht naar manieren om het toch te kunnen doen. Mensen die foto's naar elkaar doorsturen. Mensen die meer dan anders contact houden via, met de buren bijvoorbeeld of met families. Aan de voordeur. Om toch dat contact te kunnen hebben. Of soms via de Haag. Of door de Haag. Of samen gaan wandelen. Op die manier alles wat kan toch nog te kunnen hebben, hè? Toch nog die nabijheid op die manier te gaan zoeken. Het kleine wat we nu kunnen hebben betekent zoveel. Wat ik hierbij ook nog zou willen zeggen is dat voor de mensen die het gevoel hebben dat ze niet zo goed afscheid hebben kunnen nemen of daar nog behoeftes in voelen of voor wie de afscheidsdienst toch niet was wat ze helemaal wouden of nodig hadden, of die toch nog iets als een koffietafel zouden willen doen. Rituelen zijn nog altijd mogelijk. Het is mogelijk en ook soms heel erg helpend om toch op een later moment nog iets te organiseren.
soms op jezelf, soms met anderen samen. Het is mogelijk om een week later, een maand later, maanden later, soms een jaar later, om toch nog iets te organiseren waarbij we ons wat wij belangrijk vinden, wat er bij ons past, er toch nog in kunnen steken. En op die manier toch nog op een andere manier afscheid kunnen nemen. En je kunt dan zien wat dat je daarin zou willen doen, wat dat je daarin nodig hebt, wat past bij u, bij de mensen rondom u en bij de persoon die gestorven is. Kijken wie dat daarbij zou kunnen helpen en hoe dat dan zou kunnen gaan. Er zijn mogelijkheden in. Bij dit proces, want we hebben het over omgaan met de realiteit dat die persoon er niet meer is, daarbij hoort bij het beseffen dat iemand er niet meer is en dan laten doordringen. Dat is heel vreemd. Omgaan met al die emoties, gedachten en alles wat daarbij komt kijken, bij het niet meer hier hebben van die persoon. En ook het in verbinding blijven met de persoon die er niet meer is. We hebben nood aan verbinding met de mensen rondom ons. Maar we hebben ook nood aan verbinding met de persoon die gestorven is. We moeten die persoon niet loslaten. Dat moet niet. We moeten niet de draad doorknippen en ons omdraaien en verder gaan. We mogen die persoon bijhouden. Dat is iemand die afwezig is, maar toch ook heel erg aanwezig is. Dus die verbinding behouden en zoeken naar op welke manier dat voor u gaat, wat dat jij daarin nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld door foto's te kijken. Dat kan door verhalen te verzamelen over die persoon. Dat kan nu niet altijd een grote groep samen met een tas koffie dat doen, maar misschien wel met de verhalen telefoons verzamelen of via WhatsApp of opgeschreven of op een andere manier. Dat kan ook zijn, de verbinding behouden kan ook zijn door bijvoorbeeld iets van eten te maken wat dat die persoon graag had. Of wat dat die persoon voor u graag maakte. Of wat dat je samen soms gemaakt hebt. Naar muziek luisteren kan ook verbinding geven. Naar plaatsen gaan waar dat die persoon graag was. Dat is ook iets wat mogelijk is. Op dit moment worden we daar wat in beperkt. Dus is het zoeken naar wat kan ik nu al doen, waar moet ik eventjes mee wachten of op welke andere manier zou het kunnen. Het kan zijn dat dat helpend is. Dus dat hoort bij het proces van omgaan met de realiteit van het verlies dat iemand er niet meer is. En dan was er ook nog het andere proces van de realiteit dat het leven verder gaat en dat we een manier moeten zoeken of gaan zoeken om daar ook mee om te gaan. Om te zoeken naar hoe dat te doen. Dat gaat al om de eerste keer terug boodschappen doen en het huishouden in orde te krijgen en te zoeken naar, mijn partner is er niet meer, maar ik heb nog nooit de was gedaan. Hoe ga ik dat doen? Of wie gaat er op de kinderen letten nu dat mijn moeder dat niet meer kan doen? Wat ga ik daarmee doen? Dat zijn dingen die hierbij horen. Zoeken naar of ik al klaar ben om werken te gaan, wanneer ik zou gaan werken. Dat hoort daarbij. Zoeken naar wanneer vakanties er aankomen, wat ik daarbij wil doen en dergelijke. Dat hoort hier allemaal bij. Ook opnemen van hobby's. Wat zien we nu? Dat natuurlijk heel erg bemoeilijkt is, want de wereld is helemaal anders. Het is niet meer hetzelfde als voorheen. Sowieso is dat voor iemand die iemand heel belangrijk verloren is, voelt de wereld dan niet meer hetzelfde vaak. Maar op dit moment is het ook zo dat de wereld niet meer hetzelfde is. Voor niemand op dit moment. Het is vreemd, het is onzeker, het is onduidelijk. We moeten afstand houden. Er zijn beperkingen. En dat is dan de wereld waar dat de rouwende nu, gegeven dat verlies, toch ook nog een weg in moet zoeken. En dat begint dan met, als het gaat over boodschappen doen, ja, dat is al niet meer hetzelfde als voorheen. Dat vraagt veel meer energie,
We moeten heel alert zijn. Dus dat is al een grote uitdaging voor mensen die nu rouwen. Kunnen niet zomaar hulp vragen met het huishouden, bijvoorbeeld de was doen of het gras afdoen of op de kinderen letten of dergelijke. Dat zijn dingen die soms nog een beetje moeilijk zijn, maar op een andere manier dan, maar niet zo evident zijn. Dus dat is ook zoeken weer opnieuw naar wat dat hierin mogelijk is. Kunnen mensen helpen? Meer helpen nog dan voorheen. De dingen meer voor ons doen. Kunnen er uitzonderingen gemaakt worden? Of bijvoorbeeld met naar het werk gaan. Als de persoon beslist van oké, ik voel dat het oké is om te gaan werken, want ik heb precies ook wel ik heb het nodig misschien om te gaan werken en die afleiding te hebben en daarmee bezig te zijn en misschien ook eventjes niet met het verliesstuk bezig te zijn, kan ik in contact komen met het werk om te vragen hoe dat het dan gaat. Kan ik een beetje voorbereid worden op hoe dat het nu is op het werk, als ik er al eventjes niet geweest ben, gegeven wat er allemaal speelt. En kan er misschien gekeken worden naar dat de eerste periode het veilig gehouden kan worden? Zijn er afdelingen waarbij dat er minder groot effect is, waar dat het iets meer is zoals normaal? Hè? Is dat mogelijk? Wat kan er daarin gebeuren? Daarmee in gesprek gaan met de mensen van het werk of met collega's. Hè? En hetzelfde met hobby's doen. Hobby's, we worden ook daarin beperkt. Er is heel wat niet meer mogelijk. Naar musea gaan of sommige sporten doen, dat is niet meer live mogelijk. Wat een laatklep kan zijn voor mensen die rouwen, of wat eventjes kan zorgen voor wat afleiding, of gewoon iets wat dat ze nodig hebben om te doen, of ook een manier om op een andere manier in contact te komen met mensen. Daar zijn we wat beperkt in, dus kijken naar... Wat kan wel? Er zijn hobby's die nu online doorgaan. Hè? Mensen die daar heel creatief in zijn geworden om daarin iets aan te bieden. Ik heb een van mijn cliënten die graag naar musea gaat en naar voorstellingen gaat en daarmee bezig is, maar dat gaat nu niet. En ze mist dat enorm. Zij heeft met een vriendin afgesproken dat ze teksten met elkaar gaan delen en daarna telefonisch bespreken. En dan is ze er ook bezig met dat culturele. Het is niet hetzelfde, maar het is iets. Hierbij hebben mensen, rouwende, soms ook wel schrik om wat uit de boot te vallen. Wanneer we zijn beperkt in het aantal mensen waar we contact mee kunnen hebben. En sommige rouwen hebben dan schrik dat als er bijvoorbeeld gefietst mag worden, dan mag dat niet in de grote groep, maar met één iemand, of binnenkort met twee mensen, dat zij misschien niet gekozen hè, gaan worden. Dat andere mensen misschien liever met iemand gaan fietsen die wel vrolijker is. Daar hebben sommige rouwen het ook moeilijk mee, om ook hier op dat vlak alleen te blijven. De eenzaamheid zien we, we zien al eenzaamheid soms bij mensen die rouwen in beide processen, hè, in de beide processen waar ik het daarnet over had. En in deze context hebben ze ook schrik voor de toekomst daarin. Het is dus een hele grote zoektocht in te zoeken naar wat past bij mij als rouwende. En wat kan er daar ook van op dit moment? En hoe dat dan te doen? En ik hoop dat mensen hulp kunnen vragen aan de mensen rondom hun. En dat mensen rondom hun ook hulp kunnen geven. Dat dat samen gedaan kan worden. En dan gaat het zo zijn dat heel wat rouwenden hier, ook al is het soms heel erg moeilijk en heel pijnlijk en heel raar soms nu ook, de meeste rouwenden gaan hier een weg in vinden. Samen met steun, samen met anderen, met steun van mensen rondom. En sommige mensen gaan voelen dat ze op een gegeven moment wat extra hulp nodig hebben mogelijk. Maar dat is er dan ook. Soms met rouwgroepen, lotgenotencontacten, schrijfmomenten.
therapieën, er zijn mogelijkheden in. Ik hoop dat we als maatschappij elkaar gaan kunnen dragen hierin, dat we de rouwenden mee gaan kunnen dragen. Hoe meer dat we hun gaan dragen, hoe draaglijker het kan worden voor hun en hoe beter we hier samen door deze crisis kunnen komen. Zorg goed voor uzelf en zorg goed voor elkaar. Goeiedag, ik ben Dina de Klerk, ik ben verpleegkundige van het palliatief supportteam van het AZ Sint-Jan. Er is een campus in Oostende, maar ik spreek vooral van de campus Brugge, waar ik werkzaam ben. We hebben een team met 3 verpleegkundigen, 2 artsen, maar dat wij met andere disciplines interdisciplinair proberen advies en ondersteuning te bieden bij palliatieve en terminale zorg in het ziekenhuis. Als we ons vragen wat dat COVID nu met ons doet en dat te vertellen in 5 minuten, dan is dat niet simpel. Ik leer vooral dat we nieuw samengestelde teams hebben bij het opstarten van de COVID-diensten, zowel op de COVID als op de niet-COVID-diensten. Wij gaan zelf niet op de COVID-diensten langs, dat is een keuze die we gemaakt hebben om voldoende advies en ondersteuning te kunnen bieden voor iedereen in het ziekenhuis, ook voor de diensten waar geen COVID-patiënten liggen. Ook daar wordt gestorven, ook daar wordt zorg gedragen. Binnen een nieuw samengesteld team is het niet altijd zo evident om daar ook uw evenwicht te gaan in vinden. En ik denk dat dat is wat ik vooral geleerd heb binnen deze COVID-tijd. Dat is wat kunnen we en wat kunnen we niet. En om te roeien met de riemen die we hebben in het troebel en onrustige water waarin dat we zitten. En ik zie dat het vooral zwaar weegt, dat in stervende mensen, dat er daar zoveel afwezigheid is. Die aanwezigheid, die nabijheid, dat missen we. Dat mist de patiënt, dat mist de familie en dat mist eigenlijk ook de zorgverlener. Maar dat we zien dat anders op de sterfbed de mensen er kunnen zijn, er kunnen in stilte aanwezig zijn. Met hun eigen gedachten, af en toe een gesprek, een herinnering. Dat we soms zien dat de puzzelstukjes van hun leven misschien niet in een mooie puzzel samen raken. Dat er misschien een puzzelstukje verdwenen is. Of dat we toch een beeld krijgen. Maar dat niet altijd alle losse eindjes aan elkaar geknoopt raken. Maar dat mensen een keer alleen kunnen zijn. Maar dat mensen die niet samen kunnen zijn, dat dat allemaal wel kan, dat ze een keer apart komen. Dat afscheid, die nabijheid, dat kan u niet. En er wordt ook op COVID-diensten geprobeerd om de beslissing op tijd te kunnen nemen, maar soms gaat het zo snel, om toch nog iemand te laten afscheid nemen. Omdat we weten hoe belangrijk dat is. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk kiezen. Moeilijk kiezen wanneer. En moeilijk kiezen wie. Want dat houdt altijd in dat er ook mensen zijn die niet kunnen komen. Mensen die geen afscheid kunnen nemen. Bij COVID-patiënten ook niet na overlijden. Op de andere afdelingen, de niet-COVID-afdelingen, is er een bezoekregeling. Niet voor kinderen, maximum 2 personen. En ook dat heeft beperkingen. Mensen hebben soms hun familielid achtergelaten als spoedgevallen of bij opname. Hebben misschien gebeld. Hebben misschien via beeldschermen en alle technieken die er zijn, elkaar gezien. En plots mag je wel op bezoek gaan. Het is meestal geen goed signaal. Mensen kunnen niet altijd naar huis. Mensen blijven hier. Mensen kunnen ook soms niet naar de eenheid. Mensen mogen op bezoek komen. En dan is het soms moeilijk. Ook hier weer. Wie wel, wie niet. Ook voor de patiënt is het moeilijk. Sommige mensen zijn bang om op bezoek te komen. Bang om hun eigen huisgenoten dan te besmetten. We zien ook dat mensen wel willen waken. Maar
hier misschien wel alleen zitten, dat ze minder kunnen afgewisseld worden. En we zien ook dat het voor de zorgverlener moeilijk is. Moeilijk omdat ze weten dat het anders zou kunnen. Maar het is wat het is. In ons ziekenhuis is er heel wat gebeurd rond omgaan met stress in coronatijden. Er zijn heel wat. Het is een brochure gemaakt. Er is ook 24 uur op 24 uur een nummer waaraan iedereen kan bellen als hij het wat moeilijk heeft. Ik zie dat de diensten rekening houden met als het moeilijk wordt, dat er iemand anders inspringt, dat er gewisseld wordt. Ik zie heel veel solidariteit. Ik zie heel veel zaken, hele mooie zaken gebeuren. Ik zie mensen altijd met een masker lopen. En toch zie ik dat de ogen spreken. Dat wij opnieuw geleerd hebben om te spreken of te zien wat ogen vertellen. Het is niet gemakkelijk, maar we hebben soms niet meer. Communiceren met een masker. Ik vind dat dat verschrikkelijk moeilijk is. Mensen verstaan ons niet goed. Mensen horen soms niet goed. We spreken ook soms vrij onduidelijk daardoor. Dat is ook voor ons nieuw. Wat mij vooral moeilijk valt, dat is dat we niet weten hoe lang dit duurt. Dat ik zie dat er toch wel een zekere vermoeidheid optreedt. En ook veel angst. Als een zorgverlener dan getest wordt, de angst van, en als ik nu positief ben, hoeveel mensen heb ik intussen al besmet? Hoeveel collega's misschien? Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan het toch gebeuren. Die angst zit er wel. Maar die verlamt niet. Maar we zien wel als iemand positief getest wordt op een afdeling, dat dat toch wel de draagkracht, dat er toch wel een deuk komt in ons, in de zorg, in de mentale weerstand, weerbaarheid. En dan zien we dat er dan opnieuw mensen recht staan, dat er kan gesproken worden, dat er toch momenten komen dat er kan geventileerd worden. En dat is belangrijk. Ik hoor mensen zeggen, ik hoor een zorgverlener zeggen van, ze worden niet alleen een familielid afgepakt, maar ze worden ook hun rouw afgenomen. En als ik in een eigen kenniskring hoor dat er dan een begrafenis is met een beperkt aantal personen, maar zelfs dan mag elke naar zijn eigen huis gaan en mag de echtgenote, die nu weduwe is, naar haar eigen huis gaan, helemaal alleen, dan voelt dat niet goed. De koffietafel die er ooit kwam om alle mensen nog een keer samen te brengen, dat valt weg. En ik vraag mij dan af van, misschien is er daar nog een stuk zorg mogelijk, dat er toch nog gebeld wordt. Ik zie dat er weer kaartjes geschreven worden. Een kaartje. Een kaartje die bij een patiënt staat, een terminale, palliatief terminale patiënt, die daar met heel veel warmte naartoe kijkt. En dan nog een keer vastneemt. Dat dat ook gekoesterd wordt door zij die achterblijven. Misschien moeten we kaartjes schrijven. Niet alleen nu, maar vergeet deze mensen niet. Misschien straks ook nog, als de corona misschien wat opgelost is. Ja, ik denk dat we niet weten wat dat straks allemaal voor ons zal betekenen. En ik hoop dat de zorgverleners ook voor elkaar gaan zorgen. Maar zorg ook voor uzelf. Ik denk dat we maar goed voor anderen kunnen gaan zorgen. Als we ook voor onszelf gaan zorgen. Hoe dat we dat moeten doen, elk voor zichzelf. Maar als het moeilijk is, ja, het mag nog moeilijk zijn. En er zijn mensen, er zijn overal wel mensen die een luisterend oor hebben. We kunnen het niet oplossen. We kunnen er soms maar zijn. Zijn ook op afstand, maar echt er zijn. En dat is veel waardevoller of dat we misschien denken. Ik wens jullie allemaal het beste toe. En ik hoop dat je ook goede zorg mocht ervaren. Zorg voor jezelf. Dan pas kun je goed voor anderen zorgen. Goeiedag allemaal. Ik wil jullie hiermee een korte webinar geven over mentale veerkracht in
tijden van COVID mentale veerkracht, als we ze niet hebben, die kan leiden tot een vorm van burn-out natuurlijk. Ik wil met jullie doorheen een 20-tal slides gaan, met betrekking tot enkele modellen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de manier waarop het lijden en een stuk trauma kan overgaan van getroffenen op de hulpverleners. De referenties heb ik hier vooraan aan deze presentatie opgenomen en die kunnen jullie altijd opvragen. Het is zo dat ik mijn boeken die hier vermeld staan, het Franstalige boek van Gérer le trauma, Redders in nood, dat verschenen is bij Lano Campus en Leven aan de zijlijn, inmiddels gratis ter beschikking stel via PDF, als jullie dat moesten willen. De persoonlijke uitgangsvraag bij deze webinar is eigenlijk, wat houdt mij weerbaar? Zowel op de werkvloer als thuis in tijden van quarantaine. Hoe kan ik zelf stand houden in een context van permanente onzekerheid, controleverlies en het veelvuldig sterven van mensen? Zeker voor mensen die op intensieve zorgdiensten, op COVID-afdelingen gestaan hebben of die in woonzorgcentra aan het werk geweest zijn en toch wel geconfronteerd zijn geweest met een situatie die buitengewoon was. Nu, weerbaarheid, mentale veerkracht betekent niet dat je geen symptomen hebt. Nadat je blootgesteld bent aan stressvolle situaties, verlieservaringen of traumatische gebeurtenissen. Het betekent gewoon wel dat je aan de slag blijft. Dus men verwart het soms van weerbaarheid betekent ik heb geen symptomen van, ik heb geen nachtmerries, ik heb geen posttraumatische stresssymptomen, ik heb geen gedeprimeerdheid enzovoort. Dus de weerbaarheid zie ik voornamelijk als de ingesteldheid, de capaciteit om zelf aan de slag te blijven in moeilijke omstandigheden. In het algemene leven probeer ik volgens simpele boeddhistische levensprincipes te leven. En in dit geval, 5 simple rules for a happy life. Hè. Blijf gewoon vertrouwen dat de dingen goed zullen lopen. Blijf je best doen, houd simpel en eenvoudig. Lach genoeg en probeer toch bij momenten ook de onbezorgdheid van een kind te blijven koesteren. Hè. Neem jezelf niet te hard of serieus, zeg ik dan altijd. Hè. Maar sinds dat die COVID-crisis begonnen is, is het natuurlijk allemaal wel wat moeilijker geworden. Hè? Zowel thuis komen er uitdagingen bij, maar vooral op de werkvloer heb je een opeenstapeling van dingen die je niet gewend bent. Veel overlijdens, angst, onzekerheid, chaos, permanente aanpassing aan wisselende omstandigheden. Dus waardoor we allemaal op proef gesteld worden en anderzijds ook de unieke kans krijgen om te bewijzen dat we het kunnen. De COVID-crisis heeft dus gezorgd voor cumulatieve stress, opstapelende stress. En op de lange termijn kan die zorgen voor uitputting. Dat zijn trouwens ook de echo's die we terugkrijgen van het werkveld. Hè, dat het hoofdzakelijk de vermoeidheid is, hè, de slijtage die zijn tol begint te eisen. Het werken met beschermingsmaatregelen en middelen. Het werken met andere procedures, het ongemak, de afwasbare schorten die warm zijn, het permanent werken met een masker op en dat soort situaties die eigenlijk een extra fysieke en daardoor natuurlijk ook mentale uitdaging met zich meebrengen. En die kunnen leiden naar een emotionele, een fysieke en een cognitieve uitputting. Een cognitieve uitputting, daarmee bedoel ik dat uiteindelijk mensen zich niet meer leren aanpassen aan wisselende omstandigheden en het opgeven. Via welk mechanisme gebeurt eigenlijk de transmissie van leed en belasting op de schouders van de hulpverlener? Daarvoor ben ik teruggegaan naar een model dat geïnspireerd is op het traumatransmissiemodel van Charles Figley in zijn boek Compassion Fatigue in 1995. Eigenlijk moet je deze grafiek, die figuur, bekijken als knooppunten en je kan van het ene punt naar het andere gaan. Ja, dus de pijltjes zouden misschien best in twee richtingen gaan. Performant vermogen dat we als zorg of als hulpverlener moeten hebben om een juiste performante output te geven, maar die ook kan leiden naar een ervaren stress. Het performant vermogen
staat in verbinding met de manier waarop we emotioneel besmet worden door de lijdende en de ongelukkigen. Dat ook een repercussie heeft op ons zijnsbeeld, hè? De manier waarop wij als zorg of als hulpverlener in het leven staan en zijn. Aan de andere kant hebben we de preoccupatie met betrekking tot het eigen kunnen, hè? Dus de preoccupatie met betrekking tot het eigen functioneren, de vraag, heb ik wel genoeg gedaan? Heb ik het juiste gedaan? Ook het gepreoccupeerd blijven, het bezorgd blijven met de lijdende zelf. Hoe zou het nog met die mensen zijn? Hoe hebben die dat opgevangen in hun familie? Dat soort vragen. En dat brengt ons terug naar ons zelfbeeld als hulpverlener dus ook wel. Hè? Dus aan de ene kant worden we een stuk emotioneel besmet door het leed en de ongelukkigen waarmee we in contact komen. En langs de andere kant blijven we daar ook mee bezig. Uiteindelijk is het met het oog op het ervaren van stress belangrijk dat we ons kunnen loskoppelen van de lijdenden en dat we tegelijkertijd ook een gevoel van voldoening hebben. Uiteindelijk, loskoppelen betekent ook terug een vorm van gelijkmoedigheid ervaren. De Boeddha zei wel eens, een wijs man heeft geen invloed of wordt niet beïnvloed door lof of door kritiek. Hij blijft daar gelijkmoedig bij. De gelijkmoedigheid is het terugbereiken van een gemiddelde stemming na momenten van pieken of dalen waar we in gezeten hebben. Ons kunnen loskoppelen van de impact en ook van de beoordeling door anderen, zelfbeoordeling, beoordeling door anderen, zelfkritiek en kritiek door anderen. Met betrekking tot de vraag opnieuw, heb ik gedaan wat ik moest doen? Heb ik het goed gedaan? Heb ik het juist gedaan? Had ik het niet meer moeten doen? We komen ook tot het gevoel van voldoening. Het is natuurlijk ook in functie van al dat soort vragen dat we al dat niet voldoening voelen bij ons werk, bij onze acties, bij onze ondersteuning ten aanzien van een bepaalde patiënt of familie. En dat is natuurlijk een uitdaging op dit moment. Door de veelvuldige overlijdens, door de onderbestaffing enerzijds en de drukte, de chaos anderzijds, hebben velen het gevoel dat ze niet meer dezelfde kwaliteit van zorg kunnen verschaffen in een context van leed en overlijden als vroeger het geval was. Dus dit zorgt voor nogal wat bijkomende stress. Aan het vertrek hebben we natuurlijk allemaal de behoefte om een vrij en gelukkig leven te leiden. Iemand te zijn, in de zin van het woord. Een zinvol leven te leiden. Het gevoel te hebben, wij kunnen het verschil maken. En dit is natuurlijk een begrijpelijke behoefte, maar op zich ook moeilijk om dit te blijven waarmaken in een lange periode. Je wordt geconfronteerd met emotionele, fysieke en cognitieve uitputting. Maar de wijze waarop je in een werkveld staat, is vaak al verbonden aan je eigen levensverhaal. Aan de eigen legende die je aan het leven bent. Aan de manier waarop je zelf wel of niet in je kracht kan staan. Veel van ons staan als hulpverlener in het werkveld op basis van eigen ervaringen die we opgedaan hebben in ons eigen leven. Velen helpen ook, gaan zich daar soms aan te buiten en vinden het ontzettend belangrijk om erkenning, waardering, appreciatie te gaan krijgen. En ik zou zeggen, die is er nu wel meer in tijden van COVID. Ik denk dat iedereen de dag van vandaag veel beter beseft dat de mensen die ons uit deze crisis gaan helpen, niet de topvoetballers, de artiesten of de zangers zijn, of de kunstenaars, maar wel de zorgverleners, de artsen, de mensen in woonzorgcentra, die terecht, sinds het begin van de crisis, ook erg veel waardering en erkenning krijgen. Dus ik denk dat dat toch wel iets is dat een voelbare impact moet hebben. In het model van stressopstapeling, heuristisch, daarmee bedoel ik het verklarend model van stressopstapeling, hebben we dus gezien hoe 6 interagerende factoren samen bepalen hoeveel opstapelende stress of opgestapelde stress er zal zijn. En die stress is natuurlijk ook gekoppeld aan de blootstelling van de gewone dingen van het leven. Wat hebben we zelf al in onze rugzak zitten en waarmee worden we nog geconfronteerd in het dagelijkse leven?
Er is het vermogen om de juiste respons te stellen als hulpverlener, de capaciteit te hebben om weerstandig te zijn, om te gaan met besmetting, de bezorgdheden, de mate van blootstelling aan tegenslagen, onze eigen verwerkte verliezen, onze verloren dromen, enzovoort, enzovoort, die leiden naar een motivatie om aan de slag te blijven of het misschien anders te doen. Ik hoop dat iedereen zich vrij voelt om in deze crisis en in deze context in het leven te zijn wie jij echt wil zijn. En het geheel van deze crisis confronteert ons ook wel veel meer met hoe we eigenlijk gewoon waren van op een vrij comfortabele manier te leven en hoe dit eigenlijk de dag van vandaag toch grotendeels onderuit gehaald is geworden. Verhoging en verlaging van stress. We hebben dus twee factoren die het onderscheid kunnen maken tussen verhoging en verlaging van cumulatieve stress. Dus aan de ene kant het gevoel van voldoening. Tevreden en voldaan kunnen terugblikken op de eigen inzet. En eigenlijk zou daarbij het criterium moeten gebruikt worden van ik heb gedaan wat ik moest en kon in het leven. Ik heb gedaan wat ik moest en kon. Niet van ik heb kunnen redden, maar wel ik heb de mensen behandeld aan de hand van de middelen die ik zelf had, zoals ik ze moest behandelen en zoals correct is. Anderzijds is er ook de loskoppeling, de manier waarop je kan loskoppelen van tegenslagen op de werkvloer, maar ook je mentaal en emotioneel terug kan loskoppelen van de bijvoorbeeld een rouwende familie zelf. En daar hebben we natuurlijk wel de mate van emotionele identificatie, die maakt dat naarmate we eigenlijk in een familie meer gelijkenissen zien met onze eigen families, wordt dat wel eens moeilijker. Omarm je ook je eigen mislukkingen, zeg ik altijd, hè? Want het zijn onze mislukkingen meer dan onze successen, onze rangen en onze graden die bepalen hoe dat we in het leven staan. Ik heb altijd persoonlijk meer aan mensen die zich voorstellen op basis van hun mislukkingen in het leven, in plaats van mensen die zich voorstellen op basis van hun successen, hun rangen, hun graden en hun diploma's. We moeten in deze situatie dus ook de capaciteit leren ontwikkelen om de dingen terug te lossen. En ik denk daarvoor is mindfulness of meditatie wel een hele goede techniek. Ik heb sinds het begin van de crisis bijna elke dag een Facebook live meditatie gegeven. Om mensen te helpen omgaan met het einde van de dag en met de permanente negatieve berichtgeving waarmee we met z'n allen geconfronteerd werden. Een tweede stukje van ons model, dus de cumulatieve stress, die is ook verbonden aan de langdurige blootstelling met lijden, maar ook met de wispelturigheden van ons dagelijk bestaan. In onze rugzak zitten onze eigen onopgeloste verlieservaringen of misschien wel traumatische ervaringen. En die komen er nog eens bij en die kunnen natuurlijk interageren met wat zich de dag van vandaag afspeelt. Ik hoor wel eens dat mensen door meer thuis te zitten ook meer tijd hebben om stil te staan. Omwille van het feit dat je eigenlijk in quarantaine zit. Je komt van je werk en je komt thuis. De mate waarin je je vroeger kon ontspannen, de verschillende keuzes die je had, wel dat is voor een stuk teruggeschroefd. Waardoor we nu eigenlijk toch wel niet zoveel tijd meer hebben om ons te gaan investeren in hobby's en in buiten gaan en in weggaan met vrienden. Er is meer tijd. En ik hoor wel veel mensen zeggen van, ik sta ook meer stil bij het leven. En dat is soms ook wel op zich belastend. De mate van ervaren stress in het leven is verbonden met de mate waarin je in de mogelijkheid bevindt om je emotioneel los te koppelen van de negatieve impact van je eigen mislukkingen. En de mate waarin je je voldaan en tevreden voelt over je eigen verwezenlijkingen. En daarbij hoort natuurlijk ook het werk. Dus je moet je tevreden voelen en je moet je kunnen loskoppelen. Daar komt het op neer. Cumulatieve stressuitputting kan dus een toestand zijn van uitputting en biopsychosociale dysfunctie ten gevolge van een te langdurige blootstelling met daarin te weinig copingvaardigheden. Dus de langdurige blootstelling aan rouwenden, het te grote gevoel van verantwoordelijkheid ten aanzien van zowel dierbaren als anderen, onze patiënten en hun families, maakt dat het wel eens te veel kan worden. Langdurige blootstelling, daar denk ik dan natuurlijk ook aan het gebrek aan rust en verlichting.
aan de ene kant. En zoals ik daar juist al zei, eigen traumatische herinneringen die wel eens kunnen uitvergroot worden door de manier waarop we de dag van vandaag leven in de quarantaine. Reactivatie van oude verliezen en oude onopgeloste problemen uit ons eigen leven. Verlaging van cumulatieve stress. We hebben natuurlijk toch wel een aantal dingen die we er kunnen aan doen. Eerst en vooral wil ik zeggen, relativeer het effect van je eigen bijdrage. Overschat je eigen impact niet. Zie dat je de psychologische afstand ten aanzien van je eigen werk toch ook terug kan verhogen. Probeer soms toch je ervaren verantwoordelijkheid te verminderen. Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor het wel en wee van COVID-patiënten en hun families. Dit is een team dat zich erop richt. En zorg ervoor dat het permanent bezig zijn in deze crisis ook niet zorgt voor een te grote ruptuur ten aanzien van je eigen leven. Met andere woorden, dat je ook nog andere dingen belangrijk blijft vinden dan alleen je werk op de afdeling. In je kracht blijven. Er zijn positieve indicatoren, die heb ik in het groen gezet. Het gevoel van beheersing en het gevoel van zelfvertrouwen behouden. De negatieve indicatoren is als je een gevoel krijgt van vervreemding, van het niet meer aankunnen. Of als je betrokkenheid lager wordt en je vindt dat je het stilletjes aan wel allemaal gehad hebt. We spreken soms ook over een geharde persoonlijkheid. Daar heb ik ook de positieve kant in het groen gezet, de negatievere kant in het rood. De positieve kant, dus de drie grote kenmerken van hardiness of van geharde persoonlijkheid, commitment of betrokkenheid, gevoel van controle en het feit van een situatie als deze zien als een uitdaging. Aan de andere kant natuurlijk het verlies van hardiness is dus opnieuw de vervreemding, het ervaren van onmacht en het ervaren van bedreiging. En dus laat dat eens binnendringen, lees die tekst eens. Zolang je betrokken, in controle en vanuit een uitdaging werkt in dit soort situaties, behoud je eigenlijk je mentale veerkracht wel. Ook daar kan je je laten in bijstaan door professionele hulpverleners. En ik denk in het algemeen een meditatieve opstelling in het leven, het geëngageerd zijn in tai chi, qigong, yoga, meditatie, sportbeoefening, zijn natuurlijk wel aspecten van harding van je voedingsbodem om te gaan met momenten van grotere belasting. Vergeet ook niet dat schokervaringen ons kunnen doen groeien. Veranderingen in onszelf, die stellen we zeker vast. Hè. Kijk eens van hoe ben je veranderd tegen het begin van deze crisis. Het besef dat bepaalde ervaringen ons ook wel tot een beter mens kunnen kneden. We hebben sowieso meer levenservaring. Hè. Wie had kunnen inbeelden dat wij dit gingen meemaken? Dat er ook meer vertrouwen is in het kunnen van mensen. In het kunnen van mensen, maar ook in je eigen team, in je eigen collega's. Dus betere zelfkennis en het geconfronteerd worden ook met wat je eigen kennis en kunde is om met dit soort belastende ervaringen om te gaan. Ik vind het heel, heel positieve situaties om dus op terug te blikken. Perceptie van veranderingen na een ingrijpende periode in je leven. Wat uit de literatuur komt, is dat mensen zich nauwer verbonden voelen met hun leefkern. Er is terug meer aandacht voor gezinswaarden. Mensen brengen meer tijd met elkaar door. Koppels zitten een spelletje te spelen op terras. Mensen gaan met hun kinderen wandelen. Dus er zijn een aantal zaken die we terug opgenomen hebben. Er is een verdieping van interpersoonlijke relaties tegenover mensen die naast elkaar leefden, elk hun eigen leven. Ik denk dat we met z'n allen ook meer aandacht hebben voor de fragiliteit van het leven en vooral het besef van het belang van de hele kleine dingen in het leven die toch van heel groot belang zijn. Onze vrijheid van doen en bewegen. Gewoon eens kunnen gaan eten, gewoon eens gaan shoppen. In een volle winkel. Dat waren zo kleine dingen. En uiteindelijk in het nieuwe normaal zal het lang duren vooraleer we die kleine dingen allemaal terug hebben. Het is ook zo dat we waarschijnlijk wel heel goed beseffen van wie de mensen zijn die ons gesteund hebben. Ik denk dan aan de verpleegkundige die vertelde hoe belangrijk het was dat ze elke dag van dezelfde vriendin een steungevend berichtje op WhatsApp kreeg, waar ze zich heel erg ging aan optrekken. Ik denk aan mensen die mij ook zeggen van ja, ik heb van heel mijn vrienden en kennissengroep heel weinig
gehoord gedurende de afgelopen periode, maar ik heb ook wel gezien de paar die er wel waren, daar heb ik mij heel erg kunnen aan optrekken. Dus het is ook een waarheid als een koe die hier op deze sheet staat. Naar interpersoonlijke relaties, intimiteit meer naar waarde schatten. Ik denk dat er ook wel een grotere behoefteheid is voor mensen om. Of een grotere bereidheid, zal ik zeggen, bij mensen om te praten over hun eigen emotie. Maar ook een grotere bereidheid van ziekenhuizen om teams in te schakelen voor zorgverleners en hulpverleners te ondersteunen. Daar waar vroeger, meer dan 20 jaar al, dat ik probeer om in ziekenhuizen een peer support team van de grond te brengen. Meestal was het een vakje dat werd afgevinkt, een les die werd gegeven in het behalen van de GCI-accreditatie en dan stopte het terug. Terwijl hier denk ik wel dat de meeste directies van woonzorgcentra en ziekenhuizen heel goed beseffen hoe belangrijk het is van hun personeel blijvend te ondersteunen. Er is een grotere herkenning van de kwetsbaarheid van de mens en een verhoogde gevoeligheid naar de mens in het algemeen toe. Veranderingen in levensfilosofie, ja, die komen pas maar nadat je een moeilijke periode meegemaakt hebt. Er is een verhoogde appreciatie voor het eigen leven. Jullie horen dat het alarm afgaat om deze presentatie te beëindigen, dus ik ben er bijna. Een verhoogde appreciatie voor het eigen bestaan, een beter perspectief op het leven. Ik denk, we hebben ook wel zeker een positieve impact ervaren met betrekking tot onze eigen levensprioriteiten. Het leven is niet langer vanzelfsprekend. We krijgen de kans om intenser te leven. Een verhoogd spiritueel bewustzijn. Hè. Dat merk je ook aan sommige filmpjes die rondgaan, die viraal gaan op het internet met betrekking tot wat is de betekenis van dat virus, hè. Waarom overkomt ons dat? En ik denk dat we met z'n allen moeten gaan zoeken naar de betekenissen en de zingeving. Hè. Hoe gaan we deze periode een plaats geven in ons leven? Optimisme. Zoals hier op de foto te zien, komt misschien soms van een gebrek aan informatie. En toch denk ik dat het belangrijk is om de manier waarop je met berichtgeving, en zeker negatieve berichtgeving, omgaat, om die te doseren. En kijk eens voor jezelf. Wat zou je nu na het beluisteren van deze presentatie, wat zou je zelf voor jezelf geven als factoren die je mentale weerbaarheid en je veerkracht bevorderen? Wel, ik heb er een aantal op een rijtje gezet. Het gevoel van controle hebben we al een paar keer gehoord hier. Cohesie, het gevoel van deel uit te maken van een team. Communicatie, blijven juist communiceren. Het geheel, de COVID-periode als een uitdaging zien. Betrokken blijven, commitment. In verbinding blijven, we hebben heel goed gevoeld. Hè. Misschien tevoren, voor de COVID-crisis, waren we allemaal verbonden op het netwerk, maar voelden we minder menselijke verbinding. En ik denk nu voelen we veel meer menselijke verbinding terug. Wijken zingen samen, mensen blijven met elkaar in contact, buren praten veel meer terug, links en rechts over de Haag. Dus die verbinding. Clarification, dat is uiteindelijk de uitleg die je nodig hebt om bepaalde dingen te kunnen verklaren. Ik denk maar aan zoiets, hoe lang overleeft het virus op verschillende soorten ondergrond, waar ik vandaag een wetenschappelijk artikel gedownload, om dus zelf te gaan lezen van op de stoffenzetels in mijn praktijk, als daar iemand in gezeten heeft die het virus zou meebrengen, hoe lang zou het daarin overleven? Coherence, de zinvolheid en de samenhang van alles blijven ervaren. Weten van waarom doen we wat we doen. En daaraan heeft bijvoorbeeld het mondmaskerdebat niet zoveel goed gedaan. Hè? Want veel mensen stellen zich de vraag van, heeft het zin, waarom doen we het, enzovoort. Het cultiveren van de juiste cognities. Het stilstaan bij belangrijke momenten. En dat vind ik ook erg belangrijk in een context van rouw en overlijden. Dat er toch nog iets van ritueel is als een mens sterft. Een minimum mate van comfort, en dat is ook natuurlijk een van die factoren die onder druk is komen te staan met betrekking tot het moeten helpen en zorg verlenen in een context van heel veel procedures, nieuwe procedures, wisselende procedures, beschermingsmaterialen. Het juiste werkklimaat,
En dan de dingen kunnen afronden en ook even lossen. Dat heb je mij ook heel duidelijk horen zeggen, je moet je dingen kunnen lossen. Je moet kunnen een punt zetten achter iets. En dat doe je soms op een rituele manier. Voor mezelf, wel centraal voor mij is het feit dat ik me heel graag en veel terugtrek. Ik heb een heel belastende job. Mensen komen bij mij als ze vaak bij andere therapeuten niet meer geholpen worden. De meeste mensen die ik zie zijn mensen die met complexe rouw of complex en vroegkinderlijk trauma naar mij komen. Dat betekent, ik krijg nogal wat in mijn gezicht gegooid van mensen en ik heb het dan ook nodig van regelmatig te gaan wandelen in bos op militair domein. Ik neem dan vaak mijn goede kameraad Jack mee, die je ook in beeld ziet. Ik vind de verbinding erg belangrijk naar familie, kinderen en pluskinderen. Ik ben samen met Lies en wij doen samen dezelfde job, rouwbegeleiding en traumabegeleiding. Een komkommer in een banaan, ik hou van humor. Ik probeer heel lachend in het leven te staan. Mijn gevleugelde gezegde, als het leven je uitlacht, moet je teruglachen. Ik schrijf en lees veel boeken. Ik heb ook veel aan het uitschrijven en ordenen van mijn eigen ervaringen. En tenslotte probeer ik als boeddhist heel meditatief in het leven te staan. Dat betekent niet dat ik altijd op een kussen zit en met een oranje gewaad in huis rondloop. Maar dat betekent wel dat ik een bepaald levenskader heb. Het boeddhistische achtvoudige pad, de vier edele waarheden en de vijf leefregels van het boeddhisme. En ik denk dat het niet zo ingewikkeld is om daarnaar te proberen leven. Ik hoop dat deze uiteenzetting jullie een aantal tips gegeven heeft en dat je vooral hebt gehoord dat er altijd growth through adversity is. Er is eigenlijk altijd de kans om te groeien uit leed en ellende. Een paar tips nog. Probeer jezelf niet te hard te bewijzen. Laat het verleden los. Aanvaard jezelf. Aanvaard ook anderen zoals ze zijn. Ken en omarm je eigen kwetsbaarheden. Geef valse verwachtingen op. En neem vooral je leven met je beide handen vast. Neem verantwoordelijkheid om je leven in handen te nemen. Laat je mentale weerbaarheid en veerkracht niet onderuit halen. Deze periode geeft ons de kans om te tonen wie we zijn en wat we kunnen. En daar mogen we best fier op zijn. Ik zal beëindigen met een boeddhistische groet. Namaste. Als jullie nog vragen hebben of opmerkingen, mag je mij die altijd doorsturen. En dan zal ik die heel graag beantwoorden. Tot later. Veiligheid en nabijheid leken in deze coronatijd niet of moeilijk samen te gaan. En dat geeft zijn gevolgen ook in de palliatieve zorg. Hoe zit dat bij jullie als de palliatieve eenheid? De palliatieve eenheid van het Jan Hieperman ziekenhuis is zoals alle andere palliatieve eenheden van het land eigenlijk een huis waar doorgaans de meest kwetsbare patiënten aan het einde van het leven de zorg moeten kunnen krijgen die aangepast is aan hun noden. Hè. Dat betekent zorg met in nabijheid, met warme zorg, maar ook deskundigheid. Maar dus die nabijheid, die warme zorg en die deskundigheid moeten de zekerheid bieden dat eigenlijk een waardig afscheid mogelijk is voor de patiënt. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de familie. En ook wij hebben ons inderdaad de vraag gesteld of dat in deze coronatijden, of dat dan eigenlijk nog wel mogelijk was. Het Jan Hieperman ziekenhuis heeft het geluk gehad dat wij nog een eenheid hebben die kon open blijven, want in vele andere plekken is dat toch behoorlijk door elkaar geschud. Hè. Er zijn palliatieve eenheden waar bijvoorbeeld omwille van architectonische troeven de eenheden werden verbouwd of omgebouwd tot COVID-units. Dat zijn natuurlijk ziekenhuizen of plekken waar de palliatieve zorg toch behoorlijk onder druk werd gezet. Hè. Maar niet alleen verliezen daar dan de hulpverleners het fysieke kader, waar dagelijks de zorg werd waargemaakt, de palliatieve zorg.
Maar ook ja, mentaal speelt dat een belangrijke rol. Dus niet alleen het fysieke kader ontbreekt, maar ook belangrijke waarden die voorheen als onmisbaar werden beschouwd, mm-hmm. worden door heel die coronacrisis ja, bijna aan de kant geschoven terwille van de veiligheid. Denk maar aan die nabijheid, aan het belang van het betrekken van familie, van vrienden, zelfs van kinderen, ook in de palliatieve zorg. Dat zijn allemaal elementen die, ja, die toch de palliatieve zorg behoorlijk onder druk zetten. Maar ook de palliatieve eenheid heeft daar toch een belangrijke rol in gespeeld, of een niet te onderschatten rol in gespeeld. Dus naast het werk van palliatieve zorg op de palliatieve eenheid, werd onze eenheid ook ingeschakeld voor de ondersteuning van palliatieve zorgpatiënten, mm-hmm. In die COVID-units. Niet alleen stond onze eenheid in naast het supportteam, wat uiteraard ook nog actief was, maar wij hebben daar toch een rol gespeeld in de opvang van familieleden die nabij wilden zijn, bij stervenden, maar ook na overlijden. Dus de opvang van die familieleden, het ontvangen, het begeleiden naar die omgeving die toch wel wat bevreemdend is voor mensen. Er werden maskers en schorten en schermen en brillen gedragen. En daar is aanraken bijna niet mogelijk. Dus ook daar is het toch belangrijk geweest dat wij er waren om daar die aandacht aan te geven. Aan de aandacht aan wat? Aan het gemis, aan de frustratie, aan de onmacht die hier heerst. Mm-hmm. Om daar een plek te geven aan het verdriet. En dus vooral luisteren is belangrijk. Tijd maken om te luisteren naar wat mensen, wat het hen zo moeilijk maakt op dit moment. En er zijn redenen genoeg om het moeilijk te hebben in deze tijden. Dus naast het werk op de palliatieve eenheid, heeft ons palliatief team toch een bijzondere rol gespeeld, ook in ons ziekenhuis, voor wat betreft de opvang van mensen in palliatieve zorgsituaties. Want heel dikwijls zijn dat ook patiënten geweest die normaal naar de palliatieve eenheid zouden gekomen zijn, mm-hmm. maar die er niet geraakten omdat ze dan positief waren, omdat ze COVID-positief waren. Nu, het lijkt er een beetje op dat sterven in deze coronatijden een beetje zijn rechten heeft verloren. Hè? Dat is wel voelbaar. Bij sterven hoort in onze cultuur doorgaans het samen zijn, het verbinden, het verbindende. Het samen delen van verdriet, een gezamenlijk afscheid. We hebben nood aan een forum dat het mogelijk maakt om het verdriet te delen. Dat is ook een belangrijk gegeven in de palliatieve zorg. Maar ook na het overlijden van mensen hebben we nood aan dat gezamenlijk delen, gezamenlijk dragen. Of het nu een klassieke eredienst is of een bijeenkomst in een aula. Het gaat er hem over dat de overledene aanwezig wordt gemaakt bij diegene die moeten afscheid nemen. En corona heeft dat grotendeels onmogelijk gemaakt. Of zo lijkt het dan toch. Hè. Kunt u wat meer zeggen hoe op de palliatieve eenheid de nood hieraan wordt beantwoord? Wel, er verandert heel veel in coronatijden. Maar wezenlijk verandert er niet zo heel veel. Het is toch belangrijk en het is goed om te benadrukken als palliatieve hulpverleners ook dat die ogenschijnlijk of dat die verandering dat eigenlijk toch vooral op de uiterlijkheden slaat. Hè? Dat die zichtbare nabijheid misschien wel onder druk wordt gezet. Maar het is belangrijk om mee te geven dat nabijheid en verbinding niet alleen een zaak is van fysieke aanwezigheid. Mm-hmm. Wat ook belangrijk is, hè? Maar nu moeten we toch ergens de focus verleggen. Dat komt natuurlijk bij de ene familie duidelijker naar voren, of is misschien wel beter behapbaar bij de ene familie dan bij de andere. Maar het belang van spirituele en existentiële zorg hierbij mag eigenlijk niet onderschat worden. Onze rol kan erin bestaan om samen met patiënten en familieleden te zoeken naar andere vormen van nabijheid. En mensen lijken daar toch bijzonder creatief in te zijn. Verbinding
heeft niet alleen te maken met de mogelijkheid van fysiek contact. Hè. En tegenwoordig, je ziet het ook op sociale media, wordt bijzonder creatief gewerkt aan verbinding, aan het samen zijn op een andere manier. Niet alleen op sociale media, maar ook op de palliatieve eenheid is dat zichtbaar. Wij moeten bijvoorbeeld, we hebben noodgedwongen onze bezoekregeling moeten veranderen, zodanig dat wij bezoekers toch een beetje moeten beperken in hun aanwezigheid hier. Hoe hebben wij dat gedaan? We zijn daar ook bij elkaar te raden gegaan. De verschillende palliatieve zorgeenheden van het land. Met de vraag, hoe doen jullie dat in deze coronatijden? Het komt erop neer dat wij dus ook een rekening moeten houden met de maatregelen die door de overheid worden opgelegd. Waar wij ook ten volle begrip voor hebben en waar we zeker ook het nut van inzien. Concreet betekent het dat bezoekers bij ons maximaal met 2 mogen komen en dat die 2 mensen ook onder hetzelfde dak moeten wonen. Als de andere bezoekers dan komen, dan wordt er afgewisseld. Uiteraard hebben ouders, kinderen, partners het volste recht op bezoek. Maar dat moet afgesproken worden en afgetoetst worden met elkaar, een beurtrolsysteem enzovoort. Bij het sterven zelf, wanneer mensen aanwezig willen zijn bij het sterven zelf van patiënten, dan laten we die regel voor van hetzelfde dak eventjes vallen. Maar dan toch wel rekening houdend met de afstandsregel. Zo ook vragen wij aan bezoekers om een mondmaskertje te dragen bij hun bezoek. Mm-hmm. En vragen we ook de handen te ontsmetten bij het binnenkomen op de afdeling. Dat zijn concrete veranderingen die hier ook heel zichtbaar zijn. Ook verpleegkundigen dragen bij ons een mondmaskertje tijdens de patiëntenzorg. Mm-hmm. En in het nauw contact met familieleden tijdens gesprekken. En dat is natuurlijk omdat in zorgsituaties die afstandsregel sowieso al wat moeilijker hanteerbaar is. We proberen uiteraard ook gebruik te maken van alle andere mogelijke communicatiemiddelen om diegenen die er niet kunnen zijn toch op een of andere manier te betrekken bij de zorg. Internet, Skype, WhatsApp gesprekken. En andere forums die beschikbaar zijn. Maar ook gewoon telefoneren, luisterend telefoneren. Daar zijn we ondertussen ook wel goed in geworden. Er komen ook wel eens families langs het raam van de kamer om door het glas een goede dag te zwaaien. En verliest de palliatieve eenheid dan niet een groot deel van haar charme op vlak van de bekende gastvrijheid? Want jullie beschikken over gemeenschappelijke ruimtes, waar zowel de zorgontvangers als de bezoekers zeer veel belang aan hechten, omdat dit een plaats is waar men samenkomt en een laatste herinnering kan maken. Zijn deze dan afgesloten, of hoe zit dat juist? Ja, inderdaad, ook wij hebben daar een beetje moeite mee. Dus onze keuken, onze living, onze eetkamer, de gezamenlijke ontmoetingsplek, de koffiemachine, die verliezen natuurlijk een beetje hun functie als ontmoetingsplek. En dat betreuren wij uiteraard. Dat zijn dingen waar wij normaal gezien wel heel veel belang aan hechten. Maar die context kunnen wij helaas niet wijzigen. Wij hopen dat dat tijdelijk is. En we merken ook dat er minder contact is tussen families onderling. Ook dat is een element waarvan wij toch vinden dat er een aantal positieve dingen onder druk staan, wegvallen, die eigen waren aan onze palliatieve eenheid. Nu, het belangrijkste blijft in ons werk op de palliatieve eenheid en als hulpverlener dat er erkenning gegeven wordt aan het gemis dat er is rondom de patiënt. Niet alleen het gemis van de fysieke aanwezigheid van mensen, maar ook het dreigend verlies van de patiënt zelf, van het leven van de patiënt. Dat we daar blijvend erkenning aan geven. En in wezen verandert onze zorg daarin niet. We blijven bij de patiënt aanwezig en we proberen een verbindende schakel te zijn. Nu, wat betreft de verandering voor de hulpverleners, ook dat speelt natuurlijk mee.
Ik hoor van andere palliatieve hulpverleners, het is toch niet hetzelfde. Hoe kunnen wij ons werk blijven doen? Het is ook belangrijk dat we daarin een stukje onze expertise in het rouwen opnemen en ook voor elkaar trachten ja, de bemoediging te blijven geven die er nodig is. We merken ook wel bijzonder veel begrip voor de maatregelen. De context is nu eenmaal zo. Mm-hmm. En ik denk dat er toch wel ook heel veel veerkracht is bij mensen. De wetenschap ook, dat zij beroep kunnen blijven doen op deskundige hulp. Wanneer het gaat over pijn- en symptoomcontrole, wanneer het gaat over de begeleiding van mensen in verdriet. Dat is voor velen toch een troost die we kunnen blijven bieden. En ik zeg het nogmaals, in wezen is onze zorg niet echt veranderd. Terugkeren naar hoe het vroeger was, dat denk ik wordt moeilijk. Mm-hmm. We moeten daar realistisch in zijn. Het wordt wellicht een nieuwe samenleving, eens het coronatijdperk achter de rug is. Ik hoop echter dat we het belang van goede zorg niet meer onderschatten. Elke crisis heeft zijn verdiensten achteraf, zegt men wel eens. Laat ons vooral ook dat onthouden, hè, dat wij toch vooral mensen zijn die in verbinding willen blijven met elkaar. Deze dagen zit een virus van nauwelijks enkele nanometer zowel onze gezondheidszorg als onze leefwereld flink onder druk. Velen van ons kijken wat angstig toe wat het met onze omgeving doet en hoe onze wereld er zal uitzien nadat deze crisis voorbij is. En meer nog, sommigen van ons verliezen dierbaren op een manier die ze zich enkele weken geleden niet hadden kunnen voorstellen. Er wordt vanuit onze gezondheidszorg terecht veel ingezet op preventie en op behandeling. Op preventie, we kijken hoe we onszelf en vooral onszelf als zorgverlener kunnen beschermen in deze crisis en hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit virus zich niet noodloos verspreidt. Op behandeling, er wordt massaal ingezet en ziekenhuizen worden letterlijk verbouwd om te zorgen dat mensen kunnen beademd worden, dat ze kunnen opgenomen worden op een dienst intensieve zorg enzovoort. Dat alles is terecht en meer dan nodig. Maar de derde pijler van onze zorg in deze crisis zou palliatieve zorg moeten zijn. Niet alleen omdat de 60.000 Vlamingen die ook aan andere aandoeningen jaarlijks overlijden en die nood hebben aan palliatieve zorg, niet op 1, 2, 3 zullen verdwenen zijn. En dus moeten we blijven inzetten op kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor hen. En dat is in deze crisis niet zo makkelijk. Want dingen die voorheen vanzelfsprekend waren, zoals huisbezoeken, het beschermen van zorgverleners, zelfs het pure intermenselijke contact, worden flink onder druk gezet. En toch mogen we niet in de val trappen om palliatieve zorg te verschralen tot pijn- en symptoomcontrole, te reduceren tot pijn- en symptoomcontrole. We moeten blijven inzetten op de holistische zorg die palliatieve zorg is, dus ook op zorg voor het psychische, voor het sociale en aandacht hebben voor levenseinde beslissingen, ook in deze crisis. Maar er is meer. Het palliatieve zorgmodel is bij uitstek geschikt om kennis en ervaring aan te leveren in moeilijke situaties. Bijvoorbeeld, nemen we iemand uit een woonzorgcentrum nog op, in een ziekenhuis of niet? Want daar spelen verschillende dingen. Eerst en vooral is er de vroegtijdige zorgplanning. Is er goed doorgesproken wat iemand nog wenst in zo'n situatie, zowel met hemzelf als met zijn familie? En wat is dan het zorgdoel en spoort zo'n eventuele ziekenhuisopname ook met dat zorgdoel? Of was er afgesproken, of wordt er nu afgesproken wanneer de beslissing zich opdringt, om enkel op comfortzorg in te zetten? En natuurlijk, en dat is ook een gedachte die stamt uit de palliatieve zorg, moet er ook afgewogen worden of dit nog wel zinvol is. Of met andere woorden, de eventuele opname in een ziekenhuis wel gepaste zorg is. Want zeker in de frijle groep van ouderen, die vaak al aan allerhande aandoeningen lijden, is dit vaak geen gepaste medische zorg.
en bereik je enkel dat iemand zal overlijden in een klinische en hoog geïsoleerde omgeving, niet in de omgeving die iemand kent, niet omringd door zorgverleners die iemand kent en waarbij de kwaliteit van dat levenseinde sterk onder druk gezet wordt door die ziekenhuisopname, zonder dat er nog extra overlevingskansen bijkomen. En tenslotte, het laatste. Net in een situatie waar zoveel mensen moeten afscheid nemen in moeilijke omstandigheden, waar er aandacht moet zijn voor naasten, waar er aandacht moet zijn om de beleving van de zieken in die laatste fase van hun leven, ook wanneer het over COVID gaat, kan palliatieve zorg, en dan heb ik het niet enkel over de georganiseerde palliatieve zorg, maar ook over de zorg van elke hulpverlener en de kennis in zaken palliatieve zorg, de ervaring in palliatieve zorg die elke hulpverlener heeft opgedaan, zo dienstbaar zijn voor dat levenseinde bij die COVID-patiënten. We hebben de know-how, we hebben de kunde en we moeten die ook ten dienste stellen in deze moeilijke situatie. Vanuit economische hoek klinkt het dat crisissen uitdagingen zijn. En deze crisis is zeker een uitdaging economisch, maar nog veel meer voor onze gezondheidszorg. Maar het is ook voor palliatieve zorg een kans om zijn kwaliteit, zijn meerwaarde aan te tonen en ten dienste te stellen. En dus wil ik elke hulpverlener, maar zeker ook elke mantelzorger, elke vrijwilliger en elke hulpverlener in palliatieve zorg veel goede moed wensen en succes in deze moeilijke dagen.